Welkom, Ja. bij de uh, podcast. We gaan een podcast opnemen aan de aanleiding van een column die ik opgegeven uh, gegeven had voor EW. En wat andere gesprekken die we gevoerd hebben hiervoor. Uh, zoals een echte filosoof betaamt, uh, las je die column en dacht je, ik ben het eens met de conclusie, maar niet de, met, met de manier waarop je daarheen komt. Ja, 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 en dat is dan af en toe toch belangrijk. Uh... Uh, hoe het ergens uh, terechtkomt, ja. dus dat, dat verandert toch de insteek. Ja. Uh, ja, ik weet niet of je zelf wat over die conclusie wil zeggen, wat dat precies uh, was. Hè? Ik wil niet, niet woorden in jouw mond leggen wat dat betreft. Ja, nee, snap ik. Uh, misschien nog leuk voor mensen om te weten wie je bent, voordat we er, erin gaan. Ja, 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 dus ik ben uh, nou, Lorenzo Girardi. Hè. Ik ben uh, filosoof, academisch um, filosoof, heb de uh, laatste vijf. Zes, zeven jaar in, in Ierland gewerkt en ook even kort uh, in de VS, uh, in België gezeten. Um, en uh, ik ben actief, ook zijde links in ieder geval, in verband met die filosofie, met uh, vrij links politieke organisatie, waar jij ook bekend mee bent in ieder geval. Ja. Um, en, en ja, van daaruit probeer ik me af en toe uh, tegen dingen aan te bemoeien, zeg maar. <laughs> zoals. Nou ja, zoals, hè, als ik dus een stuk langs zie komen. Uh, nou, dan toevallig nu van iemand die ik ken, yeah. uh, waarbij ik toch uh, ja, wat, wat, wat op en, en aanmerkingen heb. Gewoon um, zoals je zei, in het huidige publieke debat, en het zal altijd wel geweest zijn, niet alleen nu. Er vliegt natuurlijk van alles om je oren, er wordt heel veel gezegd, veel claims gemaakt, veel, veel dingen op allerlei wijze onderbouwd. En um, het lijkt al altijd. In ieder geval, wat je dan echt in de media meekrijgt, lijkt redelijk simpel. Mm -hmm. nou, als, als filosoof weet je, niks is zo simpel als het lijkt. Mm -hmm. En het is altijd wel interessant om te kijken wat, wat zijn de ideeën erachter. Wat zijn de. Uh, ja, klopt klop de argumentatie Want de Zoals je het zelf zei, ik was het met jouw conclusie wel eens. Maar dan die weg daar naartoe, dat is ook nog wat waard. Uh, en, en daar ook wat minder. En ik ben, ben zeg, de laatste jaren meer geïnteresseerd geraakt in. Um, toch wel hoe bepaalde fundamentele ideeën ook een, een rol spelen in dat publieke debat. Meer impliciet, meer op de achtergrond en zo. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar kan je dus bij uitstek als filosoof natuurlijk wat, wat over zeggen. Om ja. um, toch die, die uh, ik vind het soms een beetje een vies woord, maar toch die diepgang te, <laughs> te leveren. Ja, en uh, in je eigen werk als filosoof, waar specialiseer je in? Ja, dus mijn, mijn achtergrond is wel. Uh, ja, hè, wat dan heet de metafysica en de fenomenologie. Dat zijn echt, zeker metafysica, de meest fundamentele vragen. Van, hè, om, om de cliché-dingen te noemen, hè, van, van bestaat de wereld wel echt? Tot hè, wat is de zin van het leven? Of dat, dat soort dingen. Um, en vanuit de fenomenologie, dat is meer uh, analyse van, laten we zeggen, structuren van betekenis en ervaring. Uh, dus dat, dat wordt dan meer concreet, meer. Ja, toegepast, hè? zou ik niet willen zeggen, dat kan ook, maar en ik ben dan eigenlijk van daaruit van, van de meest abstracte uh, dingen, meer de maatschappelijke, politieke kant opgegaan, ook met het idee ja, dat dus die, die grotere visies of, of ideeën die vaak op de achtergrond blijven, die zijn wel bepalend voor hoe we dingen denken en, mm. en wat er gezegd wordt. En hè, als je als je ergens bij een, een talkshow zit. Uh, op publieke omroep of zo, dan heb je daar geen, geen tijd om daar allemaal uh, diep op in te gaan. Dan moet het allemaal in, in die soundbites en zo. Maar het is wel interessant om te zien dat hè, wat de meest nutteloze bezigheid lijkt, die, die vragen over, uh -huh. over hoe, hoe alles zich met alles verhoudt. Uh -huh. Uiteindelijk, ja, dat, dat heeft ook politieke conclusies. En als je dat brengt in termen van bijvoorbeeld religie, dat, daar zitten ook hele denkbeelden achter. Uh -huh. Ja, dat, dat heeft een daar zullen mensen niet moeilijk doen dat daar een directe uh, weerslag is op het politieke denken en doen van mensen. Ja, waarom dan ook niet uh, bij, bij andere soorten filosofie waar die, die stap misschien net iets verder lijkt? En dat, dat, ja, dat, dat vind ik interessant. En dan met name met die huidige discussies rond pluralisme, diversiteit, uh, liberalisme en zo. Dat kan je allemaal op een heel praktische, pragmatische ja, manier doen. Ja. Of je kan echt kijken naar wat zijn de fundamentele ideeën erachter. En dat, dat vind ik interessant. Dat dus, je... dus heel concreet, wat zijn, de, wat, is, wat, wat zijn de metafysische implicaties van diversiteitsbeleid of diversiteitsactivisme? Ja. Of ja. nee, sorry, de, de metafysische fundamenten van ja. diversiteit. Ja, of ja, je kan ook implicaties zeggen. Het ligt er een beetje aan wat ze, wat ze het eerste doen. En ja. kun je zeggen, er zijn weinig mensen die beginnen met uh, de metafysische fundering <laughs> en gaan dan... Uh, Beleid uitdenken. Uh, dat, dat... Beginnen bij platen voordat je nieuwe wet hebt. Ja, ja, uh, ja, dat kan volgens mij soms best wel nuttig zijn. Ja. Maar dat is, dat is inderdaad wel kijken wat zit daarachter. En, uh, en dan, dan kom je, uh, zelfs als, als bepaalde uh, beleid of uh, politiek stelsel dan ongeveer hetzelfde blijft. Dan geeft dat toch een andere invulling eraan. Geeft een ander, ja. en als je op een andere manier op hetzelfde punt terechtkomt, dan, dan, dan sta je er ook anders in. Ja. En dat dat kan heel veel ja. uh, schelen. Zeker. Het zijn natuurlijk nu politiek en, en cultureel rumoerige tijden. Ja, um, ja dan, dan is het helemaal interessant om daar naar te kijken. Uh, ja. Ja. Nee, ik ben het met je eens. De weg die je aflegt om bij een bepaalde conclusie te komen, is zeer belangrijk. Want het gaat namelijk niet alleen om die ene stelling of die ene punt wat je aan het maken bent, maar om de verscheidenheid of ja. om, om, de, uh, om het geheel aan punten of stellingen die je probeert te maken. Ja. En daarin kan bijvoorbeeld, of als je nou laten we zeggen, uh, uh, immigratie wil beperken vanuit xenofobische redenen of immigratie wil beperken vanuit economische redenen, ja. dat zijn heel belangrijk. Ook al zijn ze in dat ene stuk hetzelfde de wereldbeeld die daarachter zit, is totaal verschillend. Dus. Ja, precies, en dat is natuurlijk ook in een land als Nederland, een soort van coalitieland, waar je altijd met, met meerdere visies te maken hebt, ja, je, je kan prima beleid hebben dat dan vanuit verschillende visies benaderd wordt. Maar ik denk vooral wat je net zei. Dat uh, het, het geheel wordt tegenwoordig een beetje uit het oog verloren. Hm. Um, hoe, hoe alles ja, met elkaar samenhangt. En dan niet alleen in, in de vage filosofische alles met alles in, maar ook gewoon qua beleid. Uh, en, en nu is het. Er is nu heel veel druk vanuit allerlei kanten uh, om bepaalde uh, beleidsdingen uh, te doen en zo. Het uh, dat niet, gaat dan niet alleen om dat diversiteitsbeleid en, en, en dat soort dingen. Het gaat eigenlijk om, om alles nu. Omdat ze erachter zijn gekomen met, uh, om, om met het. Uh, Rapport van, van Remkes te spreken, niet alles kan. Uh, en heel lang lijkt het wel, in ieder geval in de politiek, de afgelopen uh, ja, decennia, dat er is van alles gedaan en dat, dat ging wel aardig, maar het was geen samenhangend beleid. Er was hmm. geen fundamentele visie. Mark Rutte die zegt zelf dat hij hè, een beetje wars is van, van visie en, en dat soort ideologie. Daarvoor moet je naar de ooghart. Ja, ja, en, dat, hè, en dat, dat klinkt natuurlijk leuk als hij dat zegt, maar. Wat Dan, natuurlijk onzin is, ja. want de gebrek aan visie bestaat niet. Het is een soort wat voor soort visie ja. Ja. je hebt. Je hebt altijd een bepaald idee over hoe de wereld gerund zou moeten worden. Wat niet empirisch per se. Ja, precies. En natuurlijk zeker bij, bij het soort van politiek, dat, dat Mark Rutte bedrijft. zelfs als dat meer impliciet is bij hem. Uh, dat, dat zit er nog steeds. En dat, dat heeft een invloed. En juist het doen alsof het allemaal zo voor de hand ligt, en alsof het normaal is. En haast een, een, een natuurkundige wetmatigheid. Ja. Dat heb je in de economie niet, heb je in de politiek niet. Maar doen alsof dat wel zo is. Ja, dan, dan is het, uh, het, het het klassieke uh, wat Margaret Thatcher zei, there is no alternative. Hm. Dus ja, dat, dat is een soort van rechtsvaardiging voor, voor wat sommige politici gewoon zelf willen. Maar ze doen alsof dat de enige mogelijkheid ja. is. En als je meer een oog hebt voor die fundamenten en die aannames en, en dat geheel. Dan, ja, dan ga je dus ook alternatieven zien. En dat is altijd wel. Dat is ook gewoon politiek handig en, en nodig soms. Als je. Uh, als je er niet uitkomt met ja, wat er op het moment is en hè, de huidige politieke situatie, dan ze komen er niet echt uit. Nee. Dus ja. nee, ik denk dat we er nu nog, nog, nog verder in gezakt zijn. En uh, dat probleem van, die nood, van de ogenschijnlijk, ogenschijnlijk noodzakelijkheid van de beleidskeuze die gemaakt worden, dat, dat vind ik best wel zorgwekkend. Even los van de inhoudelijke coronamaatregelen. Ja. Um, wordt er op een bepaalde manier gedaan alsof de maatregelen die genomen worden noodzakelijk zijn? Het moet zo gedaan worden, anders. Terwijl er inderdaad gewoon heel veel andere alternatieve manieren zijn om ermee om te gaan. Um, en van beide kanten, hè? Wordt er, uh, ja, nee, maar ja. dit is met, met alles. En het is een soort van ook uh, klassieke truc van neoliberalisme. Gewoon inderdaad doen alsof dat het, het enige is. En inderdaad alsof het een soort natuurkundige wetmatigheid is, terwijl het gewoon beleid is. Maar zelfs als bijvoorbeeld bij de corona-beleid, ik denk heel veel daarvan. Is wel noodzakelijk. Uh -huh. uh, het beleid is natuurlijk heel erg rommelig uh, bedacht en uitgevoerd en zo. Maar laten we even zeggen, ja, heel veel van is noodzakelijk. Maar het blijft een politieke keuze. Uh -huh. En daar is natuurlijk heel veel kritiek uh, op geweest. En, en dat, dat is terecht uh, dat de verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid wordt een beetje ontweken uh -huh. doordat ze zeggen dat het noodzakelijk is. Dat het ja, het, 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 het RIVM of het OMT, het team van experts, die, die heeft dat besloten. En dat is gewoon hè, hoe logisch, biologisch, biologisch uh, sociologisch in elkaar zit. Dus dit is de enige optie. Maar het is natuurlijk uiteindelijk, het zijn politici die erover beslissen. Ja. Uh, en het is hun verantwoordelijkheid. En zeker als je dan ziet dat ze doen alsof het een, een soort van pure technocratie is, alleen maar gebaseerd op die kennis. Terwijl die politici zelf ook af en toe keuzes maken die ingaan tegen het advies dat ze dan van die experts ja. krijgen. Ja. ja, dan gaat het helemaal over die, die Wanneer het de politiek uh, denken dat het de politiek dat de uitkomt om uh, daar tegenin te gaan. Ja, ja en dan hè, doen alsof het dus allemaal gebaseerd is op een soort van feitenbasis, echt kennis. Ja. Uh, en, uh, terwijl daar, dat zijn ook gewoon politieke keuzes en dat, daar moeten ze voor uitkomen en dat, dat, dat is hun baan. En dat uh, gebeurt nu wat minder. En dat, dat technocratische, dat is dat er uh, al wel heel lang ingeslopen bij de politiek. Um, ja, dat is ook een zorgelijke ontwikkeling. Dat zie je nu ook. Hè. Niet om het daar dan heel lang over te hebben, maar qua nu demissionaire kabinet. Hm. Doet ook van alles en nog wat zonder een goede, uh, laten we zeggen, democratische fundering. Omdat ze demissionair zijn, dan, dan niet op corona, maar alsnog dat ja, je ziet dat ze uiteindelijk gewoon hun eigen gang gaan. Ja, er, is niet, er, is ook, er zijn nog niet echt regels die bepalen wat een dimensionair kabinet wel en niet kan doen. Ja. Volgens mij. Ik, niet dat ik weet. Tenminste. Ja, soort, soort van. Het is, uiteindelijk, want dat is, dat is ook gewoon hoe het zelfs in elkaar is. Als je een meerderheid hebt in de Tweede Kamer, dan, dan prima. En nu het dimensioneel kabinet is een soort van, ze kunnen rekenen op, op de steun van een meerderheid in de Kamer. Uh, ja. Om alsnog hun ding te kunnen doen, zelfs als uh, er mensen zijn die hebben iets. Ja, dat, niet te lang, maar nu is het noodzakelijk voor corona. Dat is dan met corona niet alleen de coalitie. maar ook een aantal andere partijen hebben gezegd. Daar mogen jullie dingen op ik, ik weet niet hoe het precies uh, rechtsstatelijk zit. Maar in principe. Uh, ja, voor, ja, voor een wet of beleid. je hebt gewoon een meerderheid van de Tweede Kamer nodig. En wat, wat voor status. Uh, het kabinet dan heeft, maakt niet veel uit. Zij ze eigenlijk. gewoon qua, qua grondwet en politiek stelsel. En dat, dat werkt in de praktijk niet zo, maar qua grondwet en politiek stelsel is het gewoon zo. Je hebt de uitvoerende macht en die zou eigenlijk alleen maar moeten doen wat de Tweede Kamer zegt. Uh -huh. um, en die kan natuurlijk ook zelf met beleid komen en zo. Maar in Nederland is dat dualisme zo erg vervaagd, dat je nu ook gewoon ziet dat, ze, dat het kabinet kan gewoon zijn eigen gang gaan. En zelfs als ze dan ergens geen meerderheid voor hebben in de Tweede Kamer. Ze, ze leggen de laatste jaren best veel besluiten van de Tweede Kamer gewoon naast zich neer. Ja. Ja, het is een, een, nou ja, in ieder geval geen heel democratische. Ook als demissionair kabinet hebben ze dingen naast zich nee. Ja, maar ook daarvoor al. En dan ja, kan je je afvragen, wat is het verschil tussen een missionair en een demissionair kabinet, als ze toch al eigenlijk niet heel erg luisteren naar de Tweede ja. Kamer. Of zoals in dit geval. En het is natuurlijk ook een heel uitzonderlijke situatie op dit moment. Er is een kabinet, een demissionair kabinet. Ze zijn niet zeg maar, hè, opnieuw aangesteld na de verkiezing of zo. Ja, een, een aantal inmiddels wel, maar dat was ook niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Hmm. Um, maar de, de coalitiepartijen, zeg maar, waar dat kabinet uit bestaat, um, die hebben niet alleen nog steeds een meerderheid, die zijn zelfs iets gegroeid bij de verkiezingen. Dus het is heel vreemd dat er. Er is dus een meerderheid, maar een meerderheid die, die niet samen wil werken om een nieuw kabinet te vormen. Dus dan hebben we nog de restant van het oude, de heel, heel vreemde. Ja, situatie. nou, weet je, het is, het is ook strategisch gezien veel slimmer om dit démonische kabinet zo lang mogelijk uit te strekken. Totdat je een coalitie hebt die precies doet wat je wilt. Want je kan toch niet weggestuurd worden. Nou ja, nou dat kan wel. Je kan, je kan, alsnog, je, als je, je kan een motie van wantrouwen krijgen. Ja, en dan moet je weg. Da, en dan, dan moet je weg, maar ja. dat gaat niet gebeuren, want ze hebben een meerderheid in de, in de Tweede Kamer. Ja, maar dat is ook. Het is natuurlijk, het is een coalitie die nogal shaky is. Mm -hmm. Dat zien we ook. Dat, dat Kaag nu uh, ja. uh, Die kreeg al een motie van afkeuring, maar die, 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 die heeft toen zelf. Uh, conclusie getrokken, zoals ze dat dan zeggen in Den Haag. Uh, maar ja, nee, dat, dat, dat kan wel. En het is natuurlijk ook een eh, aantal... Die, partijen, die liggen elkaar gewoon niet. Mm. Um, en die zullen op een gegeven moment ook gewoon zat zijn, zeker als er echt foute dingen gebeuren. Nou ja, er zijn er al gewoon echt foute ja. dingen gebeuren. Maar je ziet nu wel dat... De, uh, uh, ja... Rutte heeft het eigenlijk maar nauwelijks overleefd. Uh, ik denk als die stemming van, van die motie van... van uh, uh, wantrouwen die je toen een paar maanden terug uh, mm -hmm. tegenbericht was. Die nu zou plaatsvinden, is volgens mij een heel ander verhaal. Ja. Ook ja, nu, dat, hè? Ja. En, en Kaag heeft wat dat betreft nu een. Uh, De Christine U is natuurlijk nu al niet meer uh, heel erg. Uh, ja, die zijn niet heel erg happig om. Uh, al om uh, Rutte te steunen, inderdaad. Nee. Maar Kaag die heeft er nu volgens mij eigenlijk wel heel slim gespeeld. Uh, of of ja, misschien ook uit, uit noodzaak, qua omstandigheden. Die, uh, ja, die zit nu niet meer in het kabinet, wel nog in de Tweede Kamer als fractievoorzitter. Die kan er nu harder uh, uh, ingaan. Um, die kan nu ook heel toevallig is dit allemaal net voor de algemene beschouwingen en, en uh, zo. Ja. Die, die kan daar dus meer een, een eigen geluid laten horen. Die is niet meer gebonden aan. Uh, die heeft niet meer Rutte als, als een blok aan haar been, dat ze, omdat ze nog in hetzelfde kabinet zitten. Mm. Um, daar, ja, daar kan ze. Nu, ik weet niet of ze er echt politiek in uit gaat halen, maar. Nu kan ze wel meer zijn dus, eigen lijn trekken. Ja, ze is nu wel wat vrij inderdaad. Ja. Maar ik, 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 ik denk niet dat, dat dit haar spel was. Ik denk dat ze eigenlijk gewoon haar hand overspeeld heeft ja. door Rutte uh, daadwerkelijk te bekritiseren. En dat iemand van het kabinet of uh, geleerd daaraan die stukken gelekt heeft. En even heeft laten zien waarom Rutte nou tien jaar aan de macht is en uh, al ongeveer iets van tien ministers of zo. Oh, de dat, die, die, die wisselen zo vaak dat ze het niet meer bij te houden. En dat, 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 dat is ja. ook een probleem. Nee, maar dat klopt. Denk ik denk niet dat ze, dat ze hè, dit, dit opzetten. Markiavelli heeft wel even laten zien wie de baas is. ja, ja, ja dit, dit, maar dat, dat is het inderdaad. Om Machiavelli te blijven dan. Het gaat om, om je eigen, hè, als politicus, je sluwheid en je kunde en zo. Maar dat, dat, dat vind, bevindt zich niet in een, een vacuüm. Dat bevindt zich, hè, zoals Machiavelli dat zegt. Hè, je hebt te maken met fortuna, het lot, gewoon de omstandigheden. Mm. En daar heb je geen invloed op. Maar hoe je daarop inspeelt, dat wel. Dus dat ze, ja, hè, ik ga zat niet te wachten op die, die emotie van afkeuring. Maar ja, ze kan er nu eventueel gebruik van maken. Uh, net zoals Rutte dat bij alles gedaan heeft, is daar heel goed. In, ja, <laughs> ja dat, dat is ook zijn, zijn kunde. Dat is ook waarom die er al tien jaar... Ja. Uh, in, uh, Nog steeds uh, is. Ja. ja, nee, dus dat, dat... Ja, hoe dat verder af gaat lopen, dat, dat weet niemand natuurlijk. Um, ja, wat dat betreft... We zullen zien. Maar het zegt ook wel wat over het politieke klimaat in Nederland ja. op dit moment. En dat zat er lang aan te komen. Een situatie als dit, dat er geen coalitie meer te vormen is. En ook daarbij, dus. Um, veel van die partijen hadden nauwelijks nog echt een ideologische visie. Mm -hmm. um, of dat, dat werd wel heel erg verwaterd. Uh, he, VVD, dat is gewoon neoliberaal, maar dat, dat, ja, he, die doen dan alsof dat geen ideologie is. Uh, maar ja, VVDA, die had uh, en, en alle. alle Sociaal-democratische bewegingen die hebben een ideologische veren afgeworpen uh, al een aantal decennia. Uh, ja, CDA, is, is dat nog heel erg christendemocratisch of uh, waar, waar zijn die mee bezig, behalve gewoon uh, regeren of wanneer dat uitkomt? Dan. En dan zit je nu dus met al die nieuwe kleinere partijen, die enigszins door kunnen breken omdat die wel een ideologische visie hebben. En ook uh, hoe radicaler, hoe beter. Of dat nou forum is of bijeen. Uh, ook, ja, ook, ook een partij als, als SGP, die zullen nooit heel groot worden, maar die hebben een duidelijke visie en mensen waarderen het uh, ook. Ja. Er is een soort van ideologische leegte in de Nederlandse politiek. Niet alleen in de Nederlandse, maar ook in de Nederlandse politiek. Waar nu uh, ja, een aantal dus nieuwe partijen baat bij hebben, omdat die gewoon wel, wel iets van een idee hebben van ja, hoe dingen dus met elkaar samen moeten hangen. Niet alleen maar incidentenpolitiek, maar gewoon iets hebben van ja ook ook een echt een ideologische fundering van waaruit ze verder gaan. Zie heel duidelijk bij, bij één, uh, ja voor hem uh, dat, uh, ik, geen idee waar die mee bezig zijn. Maar die ja, van, die hebben wel, tenminste, die doen wel als ze een heel duidelijk ideologische basis hebben en met een duidelijk beeld van welke toekomst ze willen nastreven. Dat het natuurlijk gewoon volledig geschift is. Ja, maar ja, die wisselen ook de hele tijd om om, uh, om, dat, om dan ja dan komen we misschien toch ook een beetje bij dat, dat thema van postmodernisme en zo en. Aan de ene kant, ze, zijn, ze, ze hebben aan de ene kant een heel harde lijn. Aan de andere kant, ze, ze, ze wisselen de hele tijd. Aan de ene kant zijn ze echt een hardcore verlichtingsfanatici. Uh, mm -hmm. um, dan is het ineens al de nadruk op, op hè, de, de Judeo-christelijke of gewoon bij hun christelijke waarden en alles. En dat, ja, dat, dat kan je aan elkaar koppelen en een beetje verbinden en zo. Maar dat, dat ligt niet voor iedereen even voor de hand. Mm -hmm. uh, er zijn toch heel erg verschillende dingen. En ja, die. die maar goed, die, die zijn ook op dit moment uh, 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 gewoon uit op macht. Volgens mij heeft Baudet dat ook een paar keer expliciet gezegd. Dat, uh... Ja, hij had een tijd geleden iets, uh, iets gepubliceerd op zijn, uh, op zijn website, waarin hij aangaf dat eigenlijk het doel van Forum, of in ieder geval zijn doel, uh, in discussies voeren, niks anders is dan ophef veroorzaken. Want je kan in het stelsel of whatever, kun je geen inhoudelijke discussie voeren, alles is kapot, ge ja. vastgespijkerd. Maar hij, hij, heeft zo, hij heeft een sterk punt. Ja. En, en, en zijn, zijn doel is nu eigenlijk puur en alleen maar ophef zaaien en, uh, en, uh, en mensen ja. de les lezen. Hoor. Ja. En ik, ik ga er nu een ontzettende godwin uh, in gooien. Uh, ik zat toevallig uh, vanochtend uh, uh, wat van, van Carl Smit te lezen. Hm. Uh, politiek filosoof, Duits politiek, uh, politiek denker, uh, rechter en ook mijn. Uh, begin van uh, de twintigste eeuw, ja, jaren twintig uh, schreef hij veel, en ook jaren 30 onder het naziregime. Maar ik zat dus te lezen en ik had wel uh, iets dat hij in 1923, 1926 uh, geschreven had. Mm -hmm. En er was gewoon één pagina waarin hij soort opzomde wat er mis was, wat mis was uh, in die tijd, in de Weimar Republiek, die ook politiek nogal instabiel. Maar hij beschreef wat er mis was met het, uh, wat hij dan het parlementarisme noemt, mm -hmm. de parlementaire vorm van democratie. En alles wat hij daar noemde. Dus een soort van tandeloos uh, parlement. Uh, allemaal achterkamertjespolitiek. Uh, soms twijfelachtige benoemingen van, van ministers. Uh, en een heel lijstje van, van dat soort dingen. Uh, coalities die niet echt werken. Of uh, ja, partijen die alleen maar hun eigen belang proberen te vertegenwoordigen. En niet meer iets gemeenschappelijks proberen te creëren. Al die dingen. Uh, die hij daar dus noemde. Dat is nu uh, nou ja, hè, bijna 100 jaar geleden. Mm -hmm. um, ja, en daar is toen ook een. In die politieke chaos heeft een. een uh, ja, die ook gewoon een, een was. Uh, de macht kunnen grijpen. Um, ja. Hè, toen ik dat zo las. en, en dan nu wat Forum wat aan het doen is. en die gewoon. zeggen: ja, hè, wij zijn ophef of we zijn niet. En die voor die ophef gaan. Verder alle andere dingen die ze eigenlijk willen kunnen ze laten liggen tot, tot ze groot genoeg zijn. En mm. ja, ik, weet, ik denk niet dat dat op zal gebeuren, maar ja. het is een uh, soort van toch uh, dat, dat ideologische playbook uh, ja. dat je vaak ziet. Kijk, kijk als je, als je een, chaotische, uh, of een chaotische context hebt, is degene die of de groep die het meest een duidelijke lijn kan uitzetten, degene die daar uh, het meeste aanhang kan vinden. En dat kan iemand zijn die een duidelijke lijn uitzet. Op een negatieve manier, maar het kan ook op een positieve manier zijn. Um, en ik denk dat in dit geval de tegenhanger van Baudet is dan op dit moment Pieter Omzicht. Ja. Die heeft ook een heel duidelijke lijn. Die gaat ook tegen dat modeldenken in. Uh, en die, uh, die komt nou ook terug. En dat is geen schreeuw lelijk. Die heeft daadwerkelijk zijn sporen verdiend ja, um, ja. In, in wat hij zegt. Ja, maar daarbij is het wel. Ja, het klopt, dat het, hè. Uh, aan de ene kant is het voor hem heel duidelijk. Um, aan de andere kant niet. En zeker voor mensen die politiek wat minder volgen of iets meer geïnteresseerd in zijn. En die, hè, dat een groot deel van zijn achterban. mensen die geen politiek thuis hadden. en dat nu bij hem een beetje vinden. die gewoon überhaupt er niet in geïnteresseerd waren. Mm. Um, die, die zien. Ja, voor hen lijkt het alsof het allemaal een eenduidige lijn is. maar volgens mij valt het wel mee. En volgens mij zie je ook juist vaak bij dat soort bewegingen. rood worden. dat Ze, ze hebben het succes. wel met een, een, een eenduidige uh, lijn of richting. Maar die is als het ware een beetje leeg of nog niet helemaal ingevuld. Mm. En juist daardoor kunnen er allerlei verschillende belangen iets ondervinden. Dus als je, uh, je, je, hoeft, uh, je hoeft geen, geen soort van, uh, stel je bent het, uh, of je was het niet eens met, met het uh, politieke programma van Forum toen ze net begonnen. Mm. Uh, en toen was het, uh, laten we zeggen, een iets normaler programma dan, dan wat het nu geworden is en al. Maar hè, je, je vond het eigenlijk uh, niks, dat ze al voor veel mensen geweest zijn. Dat was ook een beetje, ja, een beetje mafkees, ken hem verder niet, boeit mag niet. Maar nu, als je het niet eens bent met het coronabeleid, of als je denkt dat corona überhaupt niet echt is. Of als je uh, een boer bent mh, hè, die, die niet wil dat zijn boerderij misschien over een paar jaar uh, onteigend wordt. Ja. Of als je gelooft in allerlei complottheorieën. Of gewoon als je hè, een klein beetje nationalistisch bent, uh, maar hè, niet, niet per se extreem uh, rechts of zo. Maar gewoon een, een beetje voor zover je dat kan zijn. Dat zijn allemaal heel verschillende dingen, mensen met verschillende uh, uitgangspunten, die nu zich in die, die lijn van het forum kunnen vinden. Het is juist, uh, hè, want ze, 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 ze schreeuwen wel heel erg hard, maar ja, wat ze eigenlijk zeggen is. Nou, er zitten heel veel dogwissels en alles tussen, natuurlijk. Een soort van impliciete verwijzingen naar. Uh, of, of ook soms vrij expliciet naar een mm. ja, wit of blank, wat je moet zeggen, Europa. en Dat uh, hele debacle met, met ras en IQ en zo. Mm. Maar het grootste gedeelte wat ze zeggen is, is ja, gewoon een, een roep om verandering en alles moet maar anders. En alles wat er nu is, uh, ja, dat, dat is niks. En heel veel mensen zijn het daarmee eens, omdat er ook heel veel aan te merken is op hoe dingen gaan. Maar die kunnen dan hun eigen belangen en hun eigen ideeën daar heel makkelijk onder scharen. Of ja. ze nou extreem religieus conservatief zijn. of juist een soort van militant atheïstisch verlichtingsdenker of zo. Dat die oh, gewoon compleet tegenstelde dingen. maar die kunnen daar een, een, ja, een thuis vinden. omdat uh, ja, toch ook op een bepaalde manier ideologisch leeg is. En dat heeft, dat heeft wat mij betreft, voor hun een functie. Ja. Zodat ze uiteindelijk gewoon groter worden. en dan wel hun, hun lijn door kunnen zetten. Ja. Dat is. Uh, De. Door, door heel hard te schreeuwen maskeren dat je eigenlijk ideologisch leeg bent. Ja, um, of misschien uh, afhankelijk van hoe, hoe slim je denkt dat, dat Baudet bezig is, heel hard schreeuwen om te verhullen dat je ook best met eng, eng ideologische dingen bezig bent. Ja. Uh, Volgens mij wisselt hij er af en toe een beetje tussen, tussen echt ideologische leegte en gewoon. Uh, ja, in ieder geval een soort van alt-right, uh, conservatief. Gedacht. Ja, weet je, ik. Baudet is natuurlijk niet, ook niet altijd heel nuchter als hij, uh, als hij uh, op, op het podium staat. Dus we weten het ook niet per se wat hij, wat hij nou echt denkt. En wat ja, maar hij, ja, goed, Hitler ook niet. Uh, wat, uh, ja. Uh, ja, goed. Hè, om dan toch <laughs> nog, en, nog een keer zo'n computer. Toch wel weer die druk Ja, ja goed, weet je, dat was ook iets, iets uh, waar ik me heel erg aan stoor. En dat ook, daar heb ik ook een beetje, een beetje iets van zeggen, onderzoek naar gedaan. Die de, de, Verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en met name de Holocaust in, in zeg maar, politiek. Uh, want ik vind dat aan beide kanten wordt dat nu een beetje. Maar je ziet dat uh, hè, Baudet is die Godwins en alles die al, al heel lang zat. En hij is niet de enige. Er zijn meer uh, politici die, nou, om het even heel gul te zeggen, als extreemrechts bestempeld worden of extreemrechts zijn. Um, die, die zijn die constante verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog zat. Um, en in sommige gevallen kan ik dat ook wel begrijpen. Maar ook daarin zit natuurlijk iets geniepigs. Want ze kunnen. Ja, daarmee maken ze toch een, een, een kritiek onschadelijk. Waar, ja, die, die misschien wel terecht is. Mm -hmm. Dat ze toch wel uh, redelijk de nationaal-socialistische kant op gaan. of een soort van. Ja, nationalistisch-neoliberaal in, in het geval van. Uh, dat, dat is. Um, als je kijkt naar. hoe dat gebruikt wordt. Uh, nou ja, dit gaat natuurlijk weer terug op dat, op dat vraag van, wat is de weg ernaartoe, weet je wel? Ja. Je kan natuurlijk een vergelijking maken tussen de situatie van nu en de Tweede Wereldoorlog, of tussen Baudet en Hitler, om wat, wat factoren te laten zien van, hey, deze dingen komen overeen. Of je kan het gebruiken om te zeggen, kijk, Hitler had ook een veel, stond ook niet nuchter op het podium, dus ja, klaar, nee. basta, doei. Ja. Uh, yeah. Dat is de vraag inderdaad altijd. Wat is iemand aan het doen? Is die gewoon een vergelijking aantrekken en en daarmee is het klaar voor diegene? Of is die daadwerkelijk aan het kijken wat de overeenkomsten zijn ja. dus in een bepaalde situatie? Om te kijken of we in hetzelfde gevaarlijke spelletje aan het spelen zijn bijvoorbeeld. Ja, precies. En hè, ik ben dan nu degene die even die vergelijking uh, ja. trekt. Maar hè, gewoon puur, ja, dat, dat zou ik dan zo... Althans, hij toen dus vanochtend Carl Smit aan het lezen was en meer qua kritiek op, op dat parlementaire stelsel. Uh, ik ben overigens he, voor het parlementaire stelsel. Dat, uh, <laughs> ja, laat dat wel even duidelijk uh, zijn. Maar ja, dan iets iets meer. Het is ook gewoon, er wordt heel veel... Um, dat is natuurlijk ook een ding. In ieder geval een tijdje. Ik heb het, nu, nu ligt het misschien net iets anders, omdat uh, de, de coronademonstranten slash wappies uh, ook ja, gebruik maken van... Uh, dat was uh, vorige weekend, uh, nazistische uniformen ah, ja. en zo. Ja. En dat ze zelf dingen met jodensterren en, en dat soort. doen alsof ze zelf in de Holocaust zitten, wat natuurlijk nergens op slaat. Ja. Dus, maar de, het, daarvoor was het. ja, ook. iedereen maakte elkaar zo'n beetje uit voor natie. Want nogmaals, dat, dat is heel makkelijk. En dat is zo'n extreem iets. En daar kan je dan niet meer. Uh, want, of heel, fascist. Ja, fascist of uh, wat dan ook. Uh, en dan vanuit een bepaalde hoek uh, communist, maar dat is dan iets minder. Uh, en dan of je dus. Of je dus daadwerkelijk die kant op gaat. of dat je. Hè, meer, meer niet aan bepaalde. Uh, uh, ja, ideologie. wat betreft. dat diversiteitsbeleid of zo. Uh, vroeg. Maar gewoon heel snel de. de, de lijn van. Hè, het zegt. Ja, je bent met ons of je bent tegen ons. en als je tegen ons bent. dan ben je sowieso een fascist. Wat ja. uh, natuurlijk zelf. een heel erg fascistisch. <laughs> denken is. Hè, en waarbij de ander dan echt. Ja, geen plek heeft. en, en geëxtermineerd moet worden. Ja, ja dat, dat is. Dat, dat is nogal wat, maar dat, uh, 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 dat zie je dus ook bij die, 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 een aantal van die wat radicalere partijen, die kleinere partijen die nu opstaan of in het parlement zijn gekomen. Die, sommige zijn wel wat constructiever en andere zijn uh, in ieder geval constructiever dan ik had uh, verwacht. Uh, maar ja, vaak zit er ook heel erg een verabsolutering van, van die waarden en die normen. En, mm. uh, er Is geen grijs gebied meer dat dat, dat mag dan niet ja. uh, omdat alles gaat om, eh, dan, dan wordt gegooid op ja. Maar dat, dat zijn gewoon basale mensenrechten of eh, dat is dat, dat zijn uh, heb je een klein beetje klimaatdiscussie. Uh, dat is ook ja, ja. Als je ook maar een kleine aanmerking hebt, dan is het maar ja. geloof je dan niet in, in ja. opwarming van de aarde of zo? Ja, dat is het punt niet, maar het, het, er is geen nuance meer um, en dat. Ja, dat is schadelijk. Dat is voor alles en iedereen schadelijk. Ja. Laten we hiermee overstappen naar, uh, naar het artikel. Want ja, ik denk dat dat dan weer, weer aansluit aan wat we net besproken ja, hebben. Ja. Uh, ik had inderdaad een... Uh, ik, had, ik had gezien, en dat die discussie wordt al een tijdje gevoerd, dat de filosofische kanon te wit is of te Europees is. Hm. Uh, en ik had een gesprek met... Nu ben ik zijn naam kwijt, maar de diversity officer van de VU. Roard gewoon zo voort. Ook eerst eerste, eerste Kamerlid van, van GroenLinks. Um, en daar kwam dat naar voren. En toen kreeg ik wat ideeën, maar ik kreeg het in het gesprek niet volledig gearticuleerd. Dat was ook niet per se de plek daarvoor. Dat was ook gewoon pu puur een voorbeeld. En ik ging erover nadenken. En ik dacht, maar wacht even. Het idee dat het idee is, ik laat even dat er meer vrouwen in de canon moeten zijn of dat er meer mensen van kleur in de canon moeten zijn. Laat ik even is want dat is denk ik meer een dat, dat is echt een specialistisch uh, vraagstuk die ik niet kan beantwoorden. Ja. Maar het vraagstuk of je in de filosofische kanon ook alle oosterse filosofie, alle shamanistische filosofie, alle andere manieren van, van de wereld ordenen, laten zeggen, zou moeten betrekken, omdat je anders te etnocentrisch bent. En wat ik me daarbij voorstellen was, maar wacht even. Je moet, en dat heb ik in het artikel niet goed, goed benoemd. Je moet eerst even kijken wat we bedoelen met filosofie, want het woord kan verschillende dingen betekenen. Ja. Het kan over betekenen een academische opleiding. Of het kan betekenen een beetje nadenken over de wereld. Uh, zoals Tante Truus uh, graag doet, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, uh, wat is jouw filosofie? Uh, type, ja, wat is jouw ja, filosofie? Ja. Of onze bedrijfsfilosofie, ja, dat soort dingen. Ja. En ik denk dat als je het over de filosofische kanon hebt, dat je het ook niet over. Alle soorten en manieren ja. van de wereldorde het hebt. En als je zegt dat de Filosofische kanon alle vormen van de wereldorde in zichzelf moet betrekken, dan blaas je dat term eigenlijk op. En wat mij betreft, moet die term beperkt worden naar, uh, uh, naar iets anders. En het voorstel wat ik daarin doe, is dat dat begint bij de Grieken, en dat dat door een. Niet vanwege een uh, noodzakelijk iets, maar vanwege hmm. een contingent historisch gegeven waarin die mensen op elkaar reageren. Ze dus kan reageren op iemand, hum, uh, kan reageren op iemand, hum, Hume reageert op iemand anders. Ik weet even niet precies wie. En dat, een hoop is een, ja, <laughs> dat is verschillende. Dat is een ontwikkeling die, die, uh, die lokaal is, die, uh, waarbij de denkers met elkaar in discussie zijn hmm. en dat een eigen leven gaan leiden. En wat hmm. mij betreft, ja. als je filosofie gaat studeren, ben je die lijn aan het ja. bestuderen. En dat is ook ergens logisch, want dat is wat filosofie genoemd is en dat is, hè, ja. dat is waarom we dat uh, al, al die lui filosofen noemen. En dan ben ik het op zich wel uh, mee eens tot op zekere hoogte. Dus je kan je afvragen, oké, okay, wat is filosofie dan? Dat is dan een belangrijke vraag. Een mm -hmm. andere interessante vraag waar we het ook over kunnen hebben, ja, wat, wat is het nut van een kanon? Mm -hmm. um, waar moet dat op gebaseerd zijn? Um, om even bij die eerste vraag te, te blijven. Ik, je hebt gelijk. Als je zegt, zodra het alles wordt, is het niks. Mm. Zodra uh, uh, gewoon alles wat je maar tegenkomt filosofie is, dan, dan, dan is die term volkomen betekenisloos. Mm. En je geeft natuurlijk al specificatie aan door te zeggen: ja, de manier van wat zei je, de wereld ordenen. Laat, laat, ja, uh, rationeel, rationeel wereldorden. Nou ja, maar, ja, da, da, maar goed, dat, dat is alweer een verdere uh, uh, bepaling. En dat is. Want het is niet alsof er geen rationele manieren zijn om de wereld te ordenen uh, buiten die, die westerse traditie. Mm -hmm. Maar ik denk dat het vooral is. Um, maar ik zou ook, ook iets zeggen, hè. inderdaad, ja, in ieder geval een, een vorm van rationaliteit bedrijven. Uh, kan op verschillende gebieden hebben. Filosofie is natuurlijk heel breed, maar zeker met mijn, door eh, meer metafysische insteek, hoe alles met alles samenhangt. Zit er een bepaalde orde die, die rationeel voor toegankelijk is, waar we rationeel over na kunnen denken. En dan. Op een manier die we rationeel kunnen bouwen. Ja. ja dat, dat, maar dat het is niet alsof je dat buiten die, die Europese of westerse traditie hebt. Maar het is vooral, en dit vond ik interessant toen ik daar ook een beetje naar ging kijken. Um, dat idee dat wij hebben van filosofie, dus als. Hè, het begint bij de Grieken um, en dan is er een soort van voortdurend. Hè, the great conversation, een voortdurend gesprek, dat, mm -hmm. dat, hè, waar, waar we eigenlijk dan nog ook in verwikkeld zijn, omdat we die lui reageren. Um, daar, 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 is, daar is wel wat op aan te merken qua feitelijke uh, juistheid. Er zit meer, uh, bijvoorbeeld bij oude Grieken, het zou goed ja. kunnen... Dat, dat, Vo voordat je ja. dat uitlegt, wil ik nog één ding zeggen. Uh, want je gaat dus nu een, een, een tegenwerping zetten, zeggen dat op een andere manier is dan andere tegenwerpingen. Dus uh, en ja. het, Of die nuance uit te leggen. Het verschil tussen ja, uh, ja. hoe je daar komt. Ja. Dus de tegenwerping die jij nu doet, is niet... De kanon moet veranderen vanwege bepaalde morele of, of uh, ethische, ethische vraagstukken. Uh, en ik zeg niet ja. dat de kanon moet blijven ja, zoals precies, die is, ja, ja. omdat het de kanon is. Ja, ja, ja. Um, maar je gaat, je gaat nu uitleggen wat, wat, wat er dus niet klopt aan de manier waarop we die kanon uh, uh, opgezet precies, hebben. Precies. Of, ja. of de vraagstukken die je daarbij hebt. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat is ook een belangrijk punt is, omdat. Uh, en dat, dat merk ik dus nu ook in die discussie rondom. Hè, die, die leidt nu ook weer een beetje op in Nederland. Naar aanleiding van, van een uh, interview dat onlangs in trouw uh, vond, um, Over de, de diversificatie van de kanon. Heel veel reacties erop En die dan tegen die diversificatie zijn. Um, die zijn zoiets van: ja, je moet niet aan de geschiedenis modderen. Ja. En uh, die doen dan van: ja, je doet onrecht aan de geschiedenis. En je gaat met gewoon vaststaande feiten uh, aan de haal op een manier die niet kan. Um, ja, maar goed, als je dus gewoon naar die feiten gaat kijken. Dan, dan is er ook al wat aan te merken inderdaad op hoe die kanon vastgesteld is. Ja. En dus dat hè, om, om even want hè, dat, dat, dat ja, stond dan in, in jouw stuk en hè, er, dus alles over te nuanceren. Maar dat was hetgene wat mij een beetje triggerde eh, omdat ik daar zelf wat naar gekeken heb dat dat idee van filosofie begint bij de oude Grieken. Ja, dat is een soort van, van en heel vaak wordt dat dan ook echt gebracht als een soort van magische geboorte van in één keer is er redelijkheid in de wereld. <laughs> Daarvoor was het allemaal hè, oriëntaals mysticisme en, en uh, geloof, religieachtig iets of zo. En dan uh, van, van de Grieken die beginnen iets, iets echt radicaal nieuws. En, en dan hey, ik, ik, ik zeg ik nu een beetje gechargeerd, want hey, dat, dat zou jij ook niet per se zeggen dat het een nee, soort van magisch nee. uh, iets is. Maar als je gaat kijken hoe sommige filosofen er zelf ja. sinds concreets over geschreven hebben, die, die hebben het echt over ja, een, 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 een breek in de geschiedenis. Je hebt een voor en een na en uh, dat is iets totaal nieuws. Maar ja, dat, dat is een vrij recent idee, eigenlijk. Uh, als je gaat kijken naar, naar uh, hoe lang uh, we als, als filosofen of als uh, mensen daar zo naar kijken. Um, dus Rousseau, dus die schrijft in, in de 18e eeuw, halverwege de tweede helft van de 18e eeuw. Die noemt uh, Egypte nog de moeder van de filosofie. Ja. Als, je, als je eigenlijk dat, dat verhaal gewend bent van. Ja, het begint allemaal bij de oude de Grieken. Daar is de daar, daar, that, place to be. Uh, en, en vanuit daar is het alleen maar meer overdracht van wat, van wat zij begonnen. Dan klinkt dat ergens heel vreemd. Um, maar de Grieken zelf, die hadden ook, die, die keken op tegen Egypte als, ja, plek waar de wijsheid uh, was dat die in Plato en zo, veel van die Griekse filosofen die waren. Op, op, op die tijd waren er een aantal, op, ja, het zeg zijn maar, Griekse steden in Egypte. En al die Griekse wijsgeer of niet allemaal, maar heel veel, gingen naar Egypte om daar, ja, toch min of meer in de leer te gaan. Mm. Nou, het is ook niet alsof in, in het uh, Persische Rijk, uh, iets meer naar het oosten, alsof daar. Uh, dat was een, een, een volkomen soort van nieuw wereldrijk. Enorm, ook qua, qua architectuur en alles ontzettende dingen. Uh, ook innovatie en wetgeving en zo. Daar, daar vonden ook gewoon heel rationele dingen plaats en alles. Maar we zijn zo gewend ook, en daar zit, daar zit dus heel veel ideologie achter en minder feiten. Uh, aan die tegenstelling tussen Oost en, en West, dus zeg maar. En in het Westen is het uh, dus, of dat nou bij de Grieken is, of in de tegenstelling met de islam, of ook in de tegenstelling nog met uh, de, de Sovjet-Unie, allemaal min of meer hetzelfde. Je hebt het Westen tegenover het Oosten, autonomie tegenover een soort slaafs iets of imperialistische uh, tradities. Um, en, en dus kennis en, en reden tegenover ja, meer religie, geloof, mystieke uh, ja. dingen. Dat is, dat is een vrij klassieke tegenstelling. Um, maar ja, dat, dat, dat doet geen recht aan. De Grieken die waren ook met allerlei ontzettend mystieke dingen bezig. Dat was de, de, de basis van hun, hun geloofding. Plato leest dat dat zet is een en ander, een, een en al, eh, extase en transcendentie eh, en, en eros en dat soort dingen, rituelen. Um, ook het onderscheid tussen, tussen wetenschap en, en religie dan. Dat is een paar honderd jaar oud. Dus het heeft iets dat betekent niet dat je niet dat onderscheid al eerder kan maken van oh, dat is wat we van de Grieken overnemen en, en dat is nou, wat wij dan filosofie vinden um, maar dat doet ook geen recht aan hoe veel van die filosofen dat zelf zagen mm. en dan om dat voorbeeld uh, van dat Rousseau zelf in halverwege de 18e eeuw Egypte de moeder van de filosofie noemde. dus iemand die heeft daar gewoon ja, ik zelf niet gedaan maar iemand heeft er onderzoek naar gedaan een beetje ik ging gewoon kijken naar uh, boeken van geschiedenis van de filosofie uh, in de 18e eeuw. Er uh, waren uh, aan het eind van de 18e eeuw iets van twee of drie werken. die inderdaad filosofie bij de Grieken lieten beginnen. En die werden er toen gewoon echt zwaar voor bekritiseerd. Omdat, ja, Dus, dus toen had blijkbaar nog iedereen het idee van. ja, dat, dat, dat zit niet zo simpel. En het is eigenlijk pas uh, een paar decennia later, via uh, Kant en Hegel eigenlijk. dat dat zo geïnstitutionaliseerd is. Uh, hetzelfde met dat we Descartes volgens de vader zien van de moderne filosofie, of dat we iets hebben als moderne filosofie en die tijdsperiodes en zo. Dat is allemaal vrij uh, recent, zeg maar. En daar zaten ook allemaal ja, ideologische dingen achter, gewoon omdat het Westen toen ook belangrijker mm. werd. Je ziet dat uh, Leibniz die, die zet China nog op de gelijke hoogte met Europa. Mm. Dus Leibniz ook, uh, uh, ja. Uh, tot aan begin uh, 18e eeuw, eind, eind 17e eeuw. Die, hè, die was ook een soort van sinoloog, een van de eerste die echt uh, in China geïnteresseerd was, die er zelf niet geweest was en die wist er alles van. En, zo. en hij zegt dan, ja, hij, hij zegt dat China echt op gelijke voet met, met Europa, op, op eigenlijk elk vlak. Hij noemt het een soort van Aziatisch Europa. Dat is dan ook weer een beetje, ja, er dus zit misschien een soort van superioriteits-iets uh, in. Maar pas. Nou ja, 100 jaar later, 100 jaar na lijkt niets. of 150 jaar daarna... wordt Chinese filosofie, wat, wat, hè, wat dan eigenlijk gewoon erkend werd als ook filosofie... ineens gedegradeerd tot... Ja, is ook leuk, maar het is geen filosofie. Hm. En dan wordt ineens van... Ja, ja, India's gedachtegoed is dus allemaal heel, heel leuk... en er zitten een soort van filosofische dingen in... maar daar zit ook al te veel van de religie en dat mystieke. Wel, ja, kijk, kijk eens naar... Nou, ja, zo'n beetje elke grote filosoof, welke heeft het niet de hele tijd over God en probeert daar een, een religieus punt ook te maken? Dat geldt, hè, ook, hè, dat geldt, voor, dat geldt ook voor Oude Grieken, maar dat geldt ook voor een, een Descartes, mm. uh, hè, you know, al die moderne denkers. Dus ja, hoe, in hoeverre kan je dan nog dat onderscheid maken van, ja, dit is filosofie en, en dat is geen filosofie? Uh, dat criterium dat dat kan je hanteren. want je kan, hè, je kan doen wat je wil. Je kan ook zeggen, filosofie is alleen maar hè, wat, wat binnen deze grenzen gedaan wordt. Dat, hè, dat is een arbitrair uh, criterium. Ja. Ja, dat kan je gewoon doen, maar ik denk dat je je af moet vragen, hoe zinnig is het? En ook um, een beetje waarom, waarom zou je? Waarom, waarom is het nodig om te doen dat hè, sommige tradities, die ook echt wel in contact gestaan hebben met de westerse traditie, dat er wederzijds invloed was, Waarom is het soort van nu ineens een ding om die scheidslijnen te maken? Ik denk dat daar soort van twee antwoorden op zijn. Mm. Qua, qua gewoon die discussie nu. Eén um, is dat er nu dus die, ja, die voorstellen voor, voor diversiteit zijn en alles. Uh, er moet meer niet westers en alles in. En daar, daar kan je van alles van vinden. Dat vind ik ook niet altijd even, evenzinnig. Maar uh, dat is een ding. En dan, dan ja, is er ook iets van: oh wacht, we moeten wel nog ons eigen stukje afbakenen, dat het niet te veel verwatert en dat het... Want het is iets, in ieder geval, voor mij en ook veel van die mensen die dat anders zo verdedigen, het is iets belangrijks. Het is iets van waarde, iets wat we moeten behouden, dat je niet, daar kan je niet zomaar van alles mee doen. Dus dat was dan één reden waarom dat dan nu is. En ook, ja, minder met die diversiteits in filosofie of waar dan ook, en meer geopolitiek, zeg maar. Het beste is dus een beetje hè, op, uh, op zijn retour. Het is niet meer. Hè. 100 jaar geleden was uh, wat 80% van de wereld in, in westerse handen. We hebben koloniaal en alles. Maar het Westen was wel echt economisch, wetenschappelijk, op al die vlakken uh, veruit superieur. Ja, nu, uh, nu ligt dat toch wel echt anders. Hmm. En ik zeg niet dat er een soort van Huntington-achtige Clash of Civilizations is. Maar da daar zit volgens mij ook wel iets bij, bij in ieder geval sommige mensen die zich nu dus ineens heel erg gaan beroepen op, op westerse waarden. Waarden die intrinsiek juist universeel zouden moeten zijn. Mm -hmm. En mm -hmm. die kunnen dan hè, een westerse oorsprong hebben of zo. Dat, dat, dat is prima. Maar goed, als je dan op de westerse kant daarvan gaat, gaat hameren, dan mis je dus eigenlijk precies wat er waardevol is aan die waarden. Dat is altijd een, een, ja, een paradoxaal iets, maar dat. Nu lijkt veel meer die, die nadruk, in ieder geval bij, bij sommige mensen. Dat is niet zo geen, geen grote blanket statements uh, doen dat iedereen dat zo heeft. Maar dat is volgens mij waarom de, de uh, modes van deze wereld nu ook heel erg op de verlichting en ook op het christendom en zo hameren. Ik weet niet of ze daar eerder al heel veel in geïnteresseerd waren. En dat, maar dat is nu ineens iets om op terug te grijpen, omdat we in een wereld leven die, die verandert. En daar, daar reageren mensen op dat uh, snap ik ook wel, het is geen heel vreemd gebeuren, maar of je dan, uh, of dat een, goed, een goede tegenreactie is als het bijvoorbeeld gaat om die diversificatie van de kanon van de filosofie, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, dat uh, soms, ja. daar zit een, om een, bepaalde, een bepaald ideologisch verhaal tegen te gaan, gaan mensen juist een soort van blind een, een ander -ideologisch, ideologisch verhaal, verhaal ja. volgen. Uh, ja. Wat je eigenlijk zegt is uh, het idee dat uh, even kort samengevat als het lukt. Uh, het idee dat de kanon moet veranderen om, om diverser te worden, is niet heel erg vruchtbaar. Maar het idee dat de kanon uh, inherent westers is, is. zou moeten zijn. Dat moet zijn, ja. is empirisch en geschiedkundig discutabel. Ja, in ieder geval hè, binnen bepaalde grenzen hè, natuurlijk. Maar het is ook. En ik, ik, ik heb geen probleem met diversificatie van de kanon. Ja. Het is natuurlijk wel ook gewoon, hè, op een gegeven moment. Je kan niet aan de ideeën die sommige mensen ervan willen hebben voldoen. omdat dat historisch niet lukt. Er zijn natuurlijk vrouwelijke filosofen geweest. maar dat is veruit de minderheid vergeleken met. met ja. Hè, toch 2500 uh, jaar. van. Uh, een, hè, een, een soort van mannelijke dominantie. gewoon maatschappelijk, überhaupt gezien. En, en, een vrouwelijke uh, onderdrukking. Ja, en, en. ja, het is niet vreemd wat dat betreft. dat er uh, minder ja. vrouwen uh, te vinden zijn in die geschiedenis. Ze zijn er wel, en daar moet je dan ook naar kijken. Ik ik vind. Uh, waarheid of moraliteit of iets waardevols, die moet je gewoon hè, vinden waar je het vinden kan en waar het vandaan komt dat, dat, is voor mij, dat is volgens mij onderdeel van zeg maar mijn definitie van filosofie dan en of dat dan uit Azië komt of ergens uit Duitsland of uit Zuid-Amerika of, of je het hè? Nou, ik, ben, ik ben niet bepaald gelovig maar of je het bij wijze van spreken in de Bijbel moet vinden als je als er iets in kan vinden en daar dan op een rationele manier mee aan de slag kan gaan dan, dan, dan vind ik dat prima. Dat hoeft niet gebonden te zijn. Het is juist het is deels een religieuze ontwikkeling geweest, maar ook deels uh, waar, waar de filosofie zo ja, meer wijdverbreid kon worden. Omdat het een gebruik was dat uh, niet meer gebonden was aan één plek en één volk. Mm. En het waren ideeën die, die, uh, ja, die, die iedereen zich zeg maar, in principe zich toe zou kunnen eigenen. Um, dus ja, de, dan, dus, net zoals ze zeggen, ja, universele mensenrechten zijn, zijn typisch Westers. Daar zit een bepaalde spanning tussen de empirische oorsprong en, en de, de ja, het ideële inhoud van, van die rechten, noemen hetzelfde. is misschien met. Nog één keer, nog één keer. Ja, dus een soort van spanning. We hebben, als we hebben over universele mensenrechten, mm -hmm. een spanning tussen de empirische oorsprong en de, de ideële inhoud. Inhoud, dus wat, ja. ja. ja, ja dus wat ja. wil dat zeggen? Ja, alles heeft een empirische oorsprong. Op een bepaald punt in de geschiedenis komen mensen met die ideeën en dat is allemaal uh, contingent relatief, dat is dan in, in laten we zeggen Frankrijk uh, tijdens de verlichting. Um, maar dat zijn ideeën die ontspringen eigenlijk aan die empirische historische bepaaldheid, omdat ze juist met het idee komen. Hey, iedereen is gelijk, iedereen heeft mensenrechten. Uh, en dat is niet omdat je Frans bent of Duits, of wat dan ook. Of man of vrouw, uh, sommige dus, van die dingen duurden even voordat dat ook uh, erbij kwam. <laughs> Concreet uh, ook toegepast. Ja, ja, maar het idee was gewoon puur omdat je mens bent. Ja. Men um, maakt niet uit, zeg maar. Hè, en, en dan wordt dat dan vaak gegooid op, op redelijkheid. Dus hè, voor, hè, kleine kinderen kan je dan nog buiten sluiten, want die, die, die redelijkheid nog niet genoeg ontwikkeld. Uh, maar dat is dus wel iets dat, ja, dat, dat overstijgt al die, 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 die ja, je Particuliere bepaaldheden, dus je, je etniciteit of ras of zo, kleur, geslacht, al dat soort dingen. Um, en dat, dat zijn volgens mij mooie en waardevolle ideeën. Um, maar dat ja, nu, nu is er juist ook weer een omslag, juist naar die particuliere kenmerken. Het is niet meer. Um, hè, kijk je naar bijvoorbeeld hè, het verlichtingsidee van, van respect of zo bij, bij kant. Mm -hmm. Nou, waarom zou ik dan respect voor jou moeten hebben? Omdat je een mens bent, omdat je een redelijk wezen bent, omdat je een ratio hebt. Dat is iets wat dan gedeeld wordt. Het heeft niks te maken met je afkomst en zo. Uh, en dat is het niveau waarop ja, ik een soort van universeel respect voor iedereen zou, zou moeten hebben. Nu um, is toch wel meer die beweging. Um, en dat wordt dan vaak toegeschreven aan die, ja, de social justice-beweging uh, van de laatste decennia. Dat is eigenlijk al een stuk langer gaande. Nu moet je zeg maar, respect hebben voor de specifieke verschillen, voor de specifieke dingen. Dus ik moet geen respect hebben voor iemand omdat hij mens is en een intrinsieke menselijke waardigheid heeft. Nee, ik moet respect hebben omdat, hè, omdat het een sterke vrouw is, of omdat het. Hè, hè, je moet iemands geloof respecteren. En daarom moet je dus ook diegene respecteren. Hè, al, al die dingen. En daar kan je ook prima respect voor hebben. Maar dat is een heel andere grond dan van dat verlichtingsidee dat er juist al die dingen overstijgt. Ja, want voor bepaalde kenmerken en voor een bepaalde verzameling van kenmerken moet je wel respect hebben en andere verzameling van kenmerken zou je dan dus geen respect moeten hebben. Ja, ja maar goed, dat, is nu het, uh, dat onderscheid is een beetje vervaagd bij, bij sommige mensen, dat heb ik. En die, dan is het inderdaad, ja, voor elk, elk verschil, elk onderscheid, elk, elk specifieke ding maar respect moet hebben. Terwijl er natuurlijk ook allerlei dingen zijn waar je niks van moet hebben. Hetzelfde, hè? Dat, ja, iedereen die, die uh, mag geloven wat hij wil. En dat moet je respecteren. En dat klinkt altijd heel erg leuk. Ja, als iemand gelooft, hè, stel je buurman gelooft. dat hij jou moet vermoorden of zo. moet je daar respect voor hebben? Nee, natuurlijk niet. En, maar dat wordt, dan, hè, dat, dat wordt dan op een psychologische kwaal of zo gegooid. Mm. Maar ja, er zijn andere dingen die mensen uh, geloven. of dat nou vanuit religie is of vanuit iets anders waar je niet per se respect voor hoeft te hebben. Maar ja, we, dat, 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 dat criterium op, op basis waarvan moet je iets respecteren of niet, dat lijkt nu een beetje, ja, zeg, verwaterd of zo. Diffuus geworden. Ja, heel diffuus. En dat is, um, zoals ik zei, dat, dat wordt nu dus heel erg opgehangen aan beweging en dat soort dingen. Maar dat is al veel langer gaande. Dat is, uh, en heeft ook gewoon... Historische grondslag. En dit is iets waar, wat mij dan ook een beetje stoort. Want veel van die social justice uh, um, ideeën uh, ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar um, dan die kritiek die erop geleverd wordt. Van ja, dat, dat is waar het allemaal vandaan komt. En dat is allemaal hè, cultuurrelativisme. En dan wordt er hè, daardoor ingegooid. Maar ja, oké. Okay, ja, er zit iets in. Maar dat is al veel langer gaande. Dat is al veel. Hè, dat, dat is echt al. al eigenlijk. Um, sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Om begrijpelijke redenen. Omdat hè, een volk, of, of hè, meerdere volken eigenlijk, natuurlijk dus niet alleen de Joden, ook, ook um, ja, Roma en een aantal andere mm -hmm. volken, die werden uh, ja, gewoon uitgeroeid of poging gedaan om ze uit te roeien. Vanwege die heel specifieke dingen die ze waren. Dus ja, dan, dan snap ik dat daarna het idee heel sterk wordt. Oké, okay, ja, je moet respect hebben voor die specifieke dingen. Anders leidt dat weer tot. Maar, maar ook daarvoor was dat al lang gaande. En dat heeft niks met social justice beweging te maken of met postmodernisme, ofzo, zoals dat nu vaak gezegd wordt. Dan wordt dan ook gedaan. Dat is allemaal een beetje irrationeel en onwetenschappelijk. Zo is het, zoals ik dat een beetje na kon gaan. Um, is dat een, een soort van wetenschappelijk onderbouwd iets van met name. Uh, uh, Aan zeggen, antropologie, culturele antropologie in, in de eerste helft van de, de 20e eeuw, ook al ook in de 19e eeuw heb je dan een beetje, maar die dan, die zijn dus, hè, die komen dus echt vanuit, toch best wel dicht uh, de verlichting uh, staat dan die culturele antropologie en zo. En die gaan dan kijken, oké, okay, we hebben universele mensenrechten, prachtig en zo, en universele normen en waarden, dat is echt mooi. Die zijn dus gewoon gaan kijken, ja oké, okay, waar vinden we die? En die zien dan die diversiteit over de hele wereld. Dus dat ze echt, de, dus een antropologen, naar, naar het hart van Afrika gingen en Zuid-Amerika. En echt, gewoon, echt elke, elk volk en elke stam tegenkwamen om hun gebruiken te, te bestuderen. En die kwamen erachter dat daar nogal verschillen zijn in normen en waarden en zo. En die kwamen dus met een heel empirische benadering. Met, met het idee, en dat hebben ze gewoon expliciet zo geformuleerd: ja, ja, er zijn geen universele normen. Want we hebben ze proberen te vinden. En die zijn er niet. Ja, dat, dat kan je niet, in ieder geval niet geheel, ja, want ze hebben natuurlijk wel invloed, maar je kan niet, dat niet geheel toeschrijven aan die social justice-beweging. Of aan, ja, dat is allemaal postmodernistisch cultuurrelativisme, want dit is voor dat postmodernisme een ding was. Mm -hmm. um, dus en dat is, dus, ja, dat is wat ik al zei, ook bij de andere, bij veel van die discussies, dan gaat over diversificatie van uh, filosofie, of het kanon van de filosofie, of over. Um, die bepaalde verlichtingsidealen uh, en alles. Er wordt heel veel gedaan alsof die discussie op basis van, van echt feiten en, en argumenten en zo gevoerd wordt. En deels klopt dat natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd zit er altijd een bepaalde ideologische geladenheid in. Um, waardoor ja, mensen bepaalde uh, veranderingen bijvoorbeeld wel toeschrijven aan, aan die social justice beweging nu. En die zijn natuurlijk ook prominent en. Heeft invloed, uh, maar niet aan een stelletje yeah, antropologen van, van een eeuw geleden, die daar ook echt een rol in hebben gespeeld. Ook bijvoorbeeld met, met hoe uh, de universele verklaring van de rechten van de mens na de Tweede Wereldoorlog uh, 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 zeg maar opgesteld is. Mm -hmm. dus er zit allemaal veel meer achter. Maar het is natuurlijk nou, het heeft natuurlijk een ideologische grondslag en ook met betrekking op huidige debatten, dat we wel voor bepaalde oorzaken gaan en, en niet voor anderen um, en ik vind daar mag wel best wel meer naar gekeken worden mag wel wat meer nuance in hm. als we dan even kijken naar, uh, naar het postmodernisme want dat een van de problemen wat ik op dit moment heb is dat laten we zeggen die anti woke beweging die aan het opstaan is zelf ook bepaalde uh, laten we zeggen truisms aan, aanhangen is ja. die niet per se gegrond zijn of... vanzelfsprekend zijn. <coughs> dus... Um, wat wil ik nou zeggen? Oh, ja, dus woke... is nu weer een scheldwoord geworden. Ja. Um, wat vooral gebruikt wordt... door tegenhangers van... woke mensen. Ja, 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 ja. dus, dus uh, een aantal jaar geleden... was woke... Uh, stond voor iemand die activistisch uh, was... en... Uh, tegen ja, het begon natuurlijk volgens mij ook echt binnen die beweging zelf als ja. een term. En, uh, ja, S woke uh, stay woke. Van, waar was het Erika Badu die dat als eerste gebruikte, maakte ja. het niet veel uit. Um, uh, en nu is het een scheldwoord geworden. In ieder geval in Nederland. Ik weet niet, of het niet precies hoe het zit. Uh, daar, daar ligt er een beetje aan in welk kamp je valt. Hè? Of het, uh, ja, ja, ja. er zijn ja. nu ook uh, Wappies zijn nu uh, de term Wappie aan het toe-eigenen en de trots ja. gebruiken. Ja, zo gaat ja. het. Ja. Ik ben, alleen in Nederland wordt, wordt de term woke niet door woke mensen. Echt gebruikelijk oh, ja. idee. Um, ja, ja. Alleen die tegenbeweging, die volgens mij wel nodig is, uh, want ik, ik heb hier ook uh, op deze podcast met mensen gepraat over, me, over hoe belachelijk soms uh, woke voorstellen zijn, maar die tegenbeweging lijkt, lijkt soms ook oh, heel naar te zijn ja. in de zin dat het eigenlijk een. Uh, steeds meer een, 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 een beweging is die zegt, nee, 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 niks van diversiteit, niks van uh, sociale ongelijkheid uh, en niks van de verwovenheden die we gewoon hebben de afgelopen decennia, ja. mogen veranderd worden uh, en wij hebben het al uh, 200 jaar of zo uh, al picobello in orde. Er zijn wat fouten weer op de weg geweest, ja, maar, dat was een maar fout. we locked it down. Zeg maar. we, ja. hebben het, we hebben het nu voor elkaar en nu is het een uh, soort van end of history ja. Ja. Uh, gedeelte. En, uh, en, en daar, daar heb ik problemen mee. En een van de problemen die ik heb, is dat ik het idee heb dat, dat, dat postmodernisten zoals Foucault en dergelijke verkeerd geïnterpreteerd worden. Uh, want ja. ik lees niet, niet dat ik veel Foucault gelezen heb, maar we hebben natuurlijk allemaal college gehad tenminste, ja, en ik heb een college gehad uh, van Foucault, over Foucault. Ik heb daar nooit in gelezen dat um, white people bad, black people good. Zeg maar, die, 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 da, ja, dat ja. heb ik er niet in gelezen. En zo wordt het wel gebracht, ja. lijkt het. Of dat het Westen kapot moet uh, om plaats te maken voor het communisme. Ja, 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 ja dat soort dingen het is natuurlijk. Maar dat is, ja, dat is een beetje, ik zei, die, die discussie wordt zo ideologisch geladen gevoerd en dan echt van, ja, in, in die tegenstellingen. Mm -hmm. Um, dus mensen gaan gewoon de, de contrapositie innemen. Ze zien iets wat ze niet leuk vinden. Ze nemen de, de tegenpositie in. En dan, dan ze gaan ze iets te hard. En dat, 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 dat is een soort van automatisme. Dat doe ik zelf ook af en toe. Dat, ja. dat doet iedereen. Maar ze gaan dan uh, iets te hard, zeg maar, gewoon uh, er tegen in. En dan inderdaad, ja, dat ligt natuurlijk ook wel aan, aan die postmodernisten. Het zijn niet de makkelijkste mensen om te lezen, het zijn niet de, de, de simpelste ideeën. En ze zijn ook niet allemaal evenzinnig. Hm. Uh, per se, um, maar ja, niet, dus niet iedereen heeft daar even makkelijk zeg maar, toegang toe, die gaat gewoon zelf eventjes Foucault of Derrida of Lyotard of zo lezen, ja. dat, dat, dat is eigenlijk gewoon niet te doen, dat ligt niet per se aan die mensen, dat ligt aan, aan hoe zij schreven. Ja. Um, nou, dus. als, je, als je het gaat lezen heb je dat niet per se begrepen want inderdaad het is ja, ja. en ik zeg niet dat het dan per se onzinnig is maar het kost heel veel tijd en dat hè, zij, zij bouwen voort op een traditie en dat is um, dus eigenlijk hè, heb je dan weer hun, hun voorgangers nodig omdat de, dat is iets wat me heel erg stoort en ook, ook binnen de filosofie zeg maar het werk van Derrida, Jacques Derrida dan zeg maar ja laten we zeggen de poststructuralist dus vergelijkbaar met postmodernisme mm -hmm. zelfde hoek um, en, dan, en dat is, Op een gegeven moment is Derrida ontzettend populair geworden als deel van zeg maar, French Theory, dus zeg maar, literary theory, cultural theory. Um, met name op universiteiten in de VS eigenlijk. Um, Derrida heeft eigenlijk een best wel, he, ook eens kijken naar zijn eerdere werken, een degelijke fundering in fenomenologie. Uh, dus dus in mijn, mijn tak van sport, analyses van betekenis, ervaring. Zeg maar. En sommige van de dingen die hij schreef zijn dan een expliciete reactie op bijvoorbeeld. Martin Heidegger of Edmund Husserl, dus in dit. die kan je eigenlijk niet begrijpen zonder dat je dus die andere werken die ook op zich al moeilijk genoeg zijn uh, te begrijpen. Maar ja, daar gaan dan andere mensen mee, mee aan de haal en je kan ook niet van iedereen verwachten dat ze dan... Uh, want dan om, om Heidegger te begrijpen moet je dan ook weer anderen begrijpen en daar uh, er zit ergens een, een grens aan. Um, maar ja, daar, daar zie ik ook een stukje context en alles wordt weggelaten of niet meegegeven en dan ga je die mensen verkeerd begrijpen. En ja, als we kijken naar wat zeggen die postmodernisten nou, nou precies, ja, het is van alles en nog wat. Het is geen uniforme groep ook. Hm. Um, maar ik denk dat je het wel grof. Dat is ook een ding, hè, En dat is dan ook een soort van klassiek postmodernistisch ding van ja, je kan postmodernisme niet definiëren. Dat is dan eh, ongrijpbaar en zo. Ik doe daar meestal niet zo moeilijk over. Uh, het is, vaak is het ook gewoon een, een spelletje, zeg maar. Um, wat die postmodernisten zelf ook heel leuk vinden. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat er er twee dingen zijn die heel karakteristiek zijn voor het postmodernisme. In ieder geval in de filosofie. Daarvoor was het al een... Oorspronkelijk is het een term uit, uit de kunst, uit de esthetiek. Ja. Maar uh, in de filosofie denk ik dat het twee aan elkaar gerelateerde dingen zijn. En dat ook precies de dingen die die social justice bewegingen maar het ook gebeuren, uh, een grote rol spelen beetje het, het, het einde van, van de grote narratieven, van de grote verhalen. Of dat nou uh, een groot verlichtingsverhaal is of zo. Dus, ja, inderdaad, dat, dat we dus met de oude Grieken begonnen en sindsdien een soort van rechtlijnig pad naar, naar westerse liberale democratie hebben. En nu inderdaad aan het einde van de geschiedenis of zo staan. Ja. Um, uh, dat soort grote verhalen. Um, uh, die zijn ze gaan bekritiseren als ja, gewoon onjuist of zelfs onzinnig en, en schadelijk. En dan iets wat daar heel erg aan gecorreleerd is. Als je, als je die grote verhalen niet meer hebt. Of als dat niet meer je framework is om, om dingen te begrijpen. De geschiedenis te begrijpen of zo. Ja, wat, wat blijft dan over? Dan kan je naar de kleine dingen gaan kijken. Dus in plaats van dat je het gaat hebben over. Ja, dat je geschiedenis schrijft. Uh, van, van, hè, waar het alleen, alleen maar een serie uh, met name grote mannen is. Dus de koningen en. en uh, Krijgers en weet ik wat legeraanvoerders, zeg maar de Caesars en de Napoleons en zo. Ja, als, als je daar niet meer een soort van groot, eenduidig, lineair verhaal over kan vertellen, ja, dan, dan ga je ineens zien van, oh, we hebben, we hebben bijvoorbeeld vrouwen in de geschiedenis, wie had dat gedacht? Maar ja, daar is ook heel lang totaal geen aandacht aan besteed. Of hoe leefden de gewone mensen in de middeleeuwen? Of hè, dan niet meer grote universele idealen, zoals dat dan in de Verlichting, dat, dat die dan eigenlijk alles overstijgen en toch een soort van. Ja, iets van alomvattend uh, zijn. Mm -hmm. Maar, oh ja, we kunnen dus kijken naar, hè, zoals Simone de Beauvoir deed, dat is net, net zeg maar iets voor postmodernisme eigenlijk. Hè, wat betekent het om, om vrouw te zijn? Mm. Of om zwart? Of hè, hoe werkt dat in, in de, hè, op heel lokaal, concreet, praktisch niveau? Hoe werkt het tussen ons? Zeg maar zitten zit hier microagressies uh, tussen of vormen van dominantie? Hè, dus, dus niet meer uh, die, die grote verhalen, maar gewoon kijken, ja, ja wat, wat hebben we hier recht voor ons? En dat zijn natuurlijk. Twee dingen die aan elkaar gerelateerd zijn. Want ja, je, je wil als filosoof, of als, 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 wie dan ook, je wil wel nog een beetje blijven denken, uh, nadenken over dingen en uh, ja, kijken naar idealen of zo. En als het dan niet meer die heel grote uh, dingen zijn, ja, dan ga je dus naar die heel kleine dingen kijken. Um, ik zou zeggen dat dat is uh, in, in een nutshell misschien dan wel, ja, zoals ik postmodernisme zie, niet meer grote, eenduidige, eenduidige supersystematische, maar de, de, ja, de fragmenten die overblijven als dat grote systematische ja. uh, wegvalt. Um, nou, kijk je dan naar hoe dat nu een rol speelt, dan is dat eigenlijk heel wisselvallig, want dat begon met, oké, okay, we gaan niet meer dat, dat, dat narratief doen van er is alleen maar vooruitgang gebaseerd op de reden, en dat is allemaal, hè, zoals je zei, we hebben eigenlijk, Sinds 200 jaar, eigenlijk alles principieel wel op orde. en nu moeten we het alleen goed toepassen. Um, maar je ziet uh, nu dat ze eigenlijk. dat is iets heel. anti-postmodernistisch eigenlijk. Uh, ze zetten er nieuwe grote verhalen voor in de plek. omdat die zijn nog gewoon. die bedoel je niet met. zeg maar de, 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 de social, social de justice. justice ja. het, want nu is het ineens. Uh, uh, ja, alles is. Alles is het patriarchaat. En, en, uh, uh, of, of alles is dus uh, een systeem van, van onderdrukking vanuit witheid of zo. Dus die zijn eigenlijk. Goed, is dan een beetje. Maar zat dat niet al in Foucault? Want Foucault ja, ja. definieert macht als iets wat altijd aanwezig is. En de productie van kennis ja. ook al iets waar macht ja. in speelt. Klopt. Is het niet zo dan dat, wat de social justice zeggen, dat uh, macht uit. Ras voorkomt, en laat zeggen, een, een raciale toepassing van dat idee van Foucault's ja. uh, conceptie van macht. Ja, en, en, dat, hè, en dat hebben ook, hè, voor mensen in dezelfde tijd ook en deels Foucault gedaan. Alleen, en, en, en daar zit ook uh, iets in, en het uh, verschilt een beetje per plek en wanneer je precies kijkt, maar er zijn wel ook nou, dat soort, ook wel, hè, een soort van geïnstitutionaliseerd racisme, heet of of wat dan ook. Alleen. Wat ik nu heel erg zie gebeuren is dat, 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 dat het haast een beetje uh, ja, doorgedraaid uh, wordt. Het gaat te ver. En dan worden dat zelf weer een soort van verabsoluteerde systemen. Mm. Waardoor je precies weer het individuele uit het oog verliest. Want dan hoef je niet meer te kijken naar... Oké, okay, hoe is de daadwerkelijke interactie tussen twee mensen of zo? Nee, dan wordt al bij voorbaat besloten. Ja, mm. dus wit en, en of... of. Ja, uh, blank, hè, dat is natuurlijk ook zo'n zo heel ding. Een volslagen idiote discussie, wat mij betreft, of je wit of blank moet zeggen. Maar, um, het het probleem is alleen wel, nu de discussie opgestart is, is het vanzelfsprekend welk woord je gebruikt en bekenning van kleur. Ja, ja goed. Het ding is, ik, ik, ik weet het nooit. Uh, ik moet altijd even nadenken, ja, welke was ook alweer de ene en welke was de <laughs> andere. Want ja. Het betekent allebei bij hetzelfde. Het betekent allebei hetzelfde. Je kan mij niet wijsmaken dat je. Niet meer blank mag zeggen, omdat dat een hele koloniale en raciale achtergrond heeft en dat dan wit dat niet heeft. Dat is zo uh, absurd, want dat is. Het is een haast kinderlijk niveau van nadenken. Ja. Um, en dat is natuurlijk, hè, omdat het dan in het Nederlands is, dat je die gewoon die twee termen hebt. Uh, is het, dat, dat dan, grappig genoeg, echt een Nederlandse uh, discussie? Ja. Maar ja, ja, goed. Als. Daarom snap ik trouwens ook niet waarom de, de meer, euh, laten we zeggen, nationalistisch en racistisch ingestelde mensen daar zo'n probleem van maken dat ze niet meer blank mogen zeggen. Ik bedoel, wat is. Hè, er, ergens is het haast geruststellend dat, dat dat blijkbaar een van de strijdpunten is. Want als het daarom gaat, ja goed, dan, hè, dan is het niet alsof er uh, morgen een rassenoorlog uit gaat breken. Als, als dat de, de, de inzet is, van ja. moet je. Ja. Uh, maar goed, dat, dat dan even terzijde. Maar het is, ja, het is dus wel. Um, eh, racisme is een ding en dat is niet alleen nou, je eigen overtuiging of zo, dat je bepaalde rassen of huidskleuren superieur vindt. Dat, 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 dat is ook deels institutioneel vanuit het verleden en alles. Maar dan moet je alsnog kijken, oké, okay, ja, waar, waar vindt dat plaats en, en hoe zit dat in, in de interactie? Want dat is ook, ook heel erg gekozen ding. Uh, ja, als het iets heeft over kennis en, en macht en hoe dat bedrag vormt. Kijk naar heel concrete, uh, concrete dingen. Gewoon concrete situaties die je concreet voor kan stellen. En niet al met een vooropgezet idee. Ja, hè, je, hebt, je hebt wit en, en zwart. En uh, daar is al een systeem. En ongeacht wat je, wat je zelf doet, dan ben je onderdeel van dat uh, uh, systeem. En daar kan niks aan veranderen. Want dat zou dus betekenen dat mensen die je daar. En daar lijkt het nu toch wel op. Het zou betekenen dat als je je juist verzet tegen racisme. Dat je puur vanwege je huidskleur, omdat het systeem absoluut zou zijn, alsnog ja, je, dat je er niet aan kan ontkomen, ja, dan wordt het weer, dus zo'n zo groot verhaal dat precies de daadwerkelijke concrete omstandigheden van mensen over het oog ja. ziet. Um, dus de, daar, daar zit wel, wel, ja, wat in. Maar dat is dus, uh, wat ik dan ook wel grappig vind, is dus de, de anti-woke mensen, uh, de mensen die daar niks van hebben, die um, uh, en die dus veel ja, zeggen van ja, veel, veel wijten aan, aan dus die postmodernisten, die, die de vorige grote narratieven over vooruitgang en, en uh, rationaliteit en democratie en zo, die, die dat een beetje ontmanteld hebben. Dus die kritiek die, die dan tegen dat postmodernisme gericht wordt, ja, die kijkt ook niet echt naar wat postmodernisme daar daadwerkelijk, of ja, postmodernistische filosofen daar daadwerkelijk aan het doen waren. Wat is niet broer. Het is niet dat die op een dag wakker zijn geworden en ik zeg van, je weet je wat, we gaan dat allemaal uh, ontmantelen en we leven nu in een postmonadistische uh, tijd. Uh, nee, die hebben ook gewoon beschreven wat ze zagen in de samenleving. Want die hebben dat niet bedacht, die hebben dat geconceptualiseerd en zo. Maar er was al sprake van, van secularisatie en ontkerkeling en uh, ontkerking, uh, En ja. uh, dat, dat soort, hè, de, de oude paradigma's, die, die, die lagen al een beetje aan digle. Ja, als, als je dan iemand hebt als, als Lyotaard of, of weet ik veel wat, die dat dan een beetje beschrijft, dan beschrijven zij iets wat zij ook deels als een probleem zagen. Maar dat, de, de, ja, dan moet je dan niet uh, aan hen toeschrijven dat zij daar de oorzaak van zijn. Zij beschrijven het ook maar. Mm. En tegelijkertijd, en dit vind ik ook heel interessant, als je gaat kijken naar die grote narratieven die dus dan een beetje ontmanteld werden in die tijd en waar ze zich tegen richten. Ja, dat is dat paradigma van... Liberale democratie is een soort van eindpunt van de geschiedenis. Uh, maar het is ook vooral uh, het communisme als dan het andere grote narratief in die tijd. Wat wij nu een beetje vergeten, dat, dat was nogal een ding. Dat was echt een, 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 een mogelijk, het werd gezien als een mogelijk alternatief voor alles wat we nu dus, uh, ja. granted. Toch best vreemd dat we eigenlijk heel weinig over het communisme leren. Ja, dat het zo'n maar... belangrijk onderdeel geweest is van de wereld tot 1990. En nu ja, nog steeds ze hebben, natuurlijk. ze hebben verloren. Ze hebben verloren en wij hebben gewonnen. Dus he, dat, dat, waarom zou je je bezighouden met de losers van de geschiedenis? Zeg maar. <laughs> ja, dat was wel een beetje hoe dat... He, hoe dat in, met, met dus de val van het communisme in de jaren 90 toen, dus, he, toen Fukuyama weer dat idee van the end of history oppakte. Ja, dat was wel echt het idee. Ja, dat, dat is een gepasseerd station. Dat werkt niet, dus we moeten er niks mee. Maar het is dan interessant om te zien dat mensen die kritiek leveren op de postmodernisten eigenlijk helemaal ervoor bij aan gaan dat veel van die, die kritiek die postmodernisten zelf hadden en dat soort van gedesillusioneerde met, met de samenleving en zo um, was, ja oké, okay, ook, ook tegen dat meer liberale paradigma dat we in het westen hebben. Maar ook juist omdat dat communisme een beetje ja, tegen het einde liep en dat ze daar niet tevreden mee waren. En ook in de praktijk. Dus waren ze niet tevreden met het feit dat het communisme op zijn eind liep of met het communisme? Allebei. En, en dat was dus ook iets uh, uh, ja, waar ze een uh, plek in probeerden te vinden. Met, met andere vormen van communisme. Uh, heel heel innovatieve, zeg maar, uh, uh, herconceptualisaties van, van het communisme. Dat, uh, dat zie, al die Franse lui. Bedoel je innovatief als in? Innovatief nou, ja. of bedoel je als in? Een beetje uit de lucht gegrepen? Ja, afhankelijk van je mening daarover. Uh, <laughs> allebei misschien. Nee, maar goed, dan zie je ineens dat. Ook, ook nu nog zijn er gewoon hè, van een beetje Franse filosofen van die generatie die uh, zitten te bekvechten dat ze allemaal niet, niet links en communistisch genoeg zijn. En er zitten gewoon Maoisten tussen. En, en ja, sommigen die een soort van. haast. haast die, die bijna het Stalinisme zelfs nog uh, ja. uh, hebben. Die gewoon omdat ze iets zochten. Maar die, ja, het is interessant om te zien dat veel van dat postmodernisme dan ook daarmee worstelde. Met eigenlijk de naderende val van het communisme. Uh, en dat, dat ja, het linkse politieke spectrum eigenlijk het, het nogal moeilijk had, zeg maar, in de jaren tachtig. En die, die worstelden daarmee. En dat was dan niet. Dus waar ze mee bezig waren, was niet per se gericht tegen het verlichtingsdenken of, hè, waar, waar het nu op, of tegen rationaliteit of wetenschappelijkheid. Eigenlijk zaten ze heel veel juist. Uh, ze waren bezig met proberen uh, op, op links iets, iets nieuws te doen. ook. Maar ja, dat wordt nu helemaal achterwege gelaten. En dan is het ja. Ja, nee, dus ze, ze willen de westerse beschaving kapot maken en communisme opnieuw uh, uh, introduceren of zo. Ja, dat, dat, dat is niet helemaal hoe dat ging. we waren juist uh, uh, kritisch op al, allebei die dingen. Daarom ook dat dat dan nu als en postmodernistisch en communistisch weggezet wordt, uh, veel van het social justice gebeuren vanuit de kritiek daarop. Heel vreemd. Eigenlijk is communisme bij uitstek zo'n groot verhaal. Waar de postmodernisten mee probeerden af te rekenen voor een deel. Hm. Ja, dan, dan vraag ik me af: maar, ja, waar gaat die kritiek over? Die mensen dan op, op hè, die semi-herwaardering van het communisme ook bij sommige social justice-bewegingen. En ja, nogmaals, ik denk voor een groot gedeelte: ze zoeken gewoon tegenstellingen op. Ze zien iets, eh, ze begrijpen het misschien niet helemaal en dat is altijd eng. Uh, of ze zijn het in ieder geval niet mee eens. En ja, dan ga je maar alles erbij halen. Uh, wat dat dan wel moet zijn om te verantwoorden dat het slecht is. Uh, als het dan ook nog gebaseerd is op allerlei filosofen die eigenlijk niet te lezen zijn. Uh, des te beter, want dan hoef je je ook niet meer mee te. Mee je hoef je niet meer mee te. te uh, uh, ja, je, hoef je niet te engageren met, met dat daadwerkelijke gedachtegoed. Want het is toch niet alleen onzin, maar ontoegankelijk. Terwijl. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, een van de laatste grote uh, filosofen die echt, echt heel, heel erg die verlichtingslijn doorzetten en nog steeds aan het doorzetten is, Jurgen Habermas. Ja. Um, die heeft een werk geschreven over, over het discours van de moderniteit en dan gaat hij uh, aan de haal met, uh, dus vanuit echt een, een, een Habermas, meest rationele, rationalistische uh, soort van, uh, niet naïef verlichtingsfilosoof, maar wel echt in die lijn. He, alles kunnen we oplossen via rationele dialoog, en dan komen we uit dat is echt zijn, zijn ding. Um, maar wat hij doet, ja, dus, dus hij is heel erg tegen, dat, tegen het postmodernisme en al die, al die filosofen. Maar in, in dat, dat boek, en dat is al uit de jaren tachtig of zo, uh, hij zet ze niet weg als een stel idioten die niks te zeggen hebben. Ja. Hij, hij, hij kijkt echt naar: oké, okay, wat zeggen ze? Wat zijn de argumenten? Um, kunnen we daar iets mee? En dat is interessant, want nu zie je dat niet gebeuren. Dus het kan niet. Nee, de, het nieuwe boek van uh, James Lindsay en Helen Pluckrose doet dat wel enigszins. Ja, ja dat, dat is maar dan dat, heeft, ook, dat, is, dat is een uitzondering. Ja, en dat heeft ook dan weer een, een iets kritischere insteek. Of in ieder geval een, toch een andere insteek dan, ja. dan Habermas. Uh, in, in dat werk. Omdat. Um, ja, goed. Omdat de hele, ja, ik, ik heb dat boek ook niet helemaal gelezen, dus dat is uh, misschien niet te veel over zeggen dan. Um, maar wat zij, zij, zij hebben wel um, iets. nemen een aantal van die ideeën wel redelijk serieus en kijken wat, ja, ja, wat erin nemen, te vinden is. Ja, ze qua. nemen zeker een aantal ideeën serieus. Ja. En uh, daarin komt ook wel terug wat jij vertelde: waar dat eigenlijk de, het, dat de speelsheid ja. van de postmodernisten zelf verloren gaat. In de social justice herwaardering, ja. waarbij al die ideeën weer verabsoluteerd worden. Ja, ja inderdaad. En dat is uh, die, die speelsheid en een soort van ironische afstand. Ja, en ironie, inderdaad. Ja. Die, is, die, is niet, die is niet. En ik snap wel dat sommige mensen daar, daar, uh, daar moeite mee hebben, die, die eigenlijk iets tegen die speelsheid en ironische afstand. En dit is ook hoe, hoe dan dat een beetje hoe dat gespeeld wordt in dat discours van social justice: van ja, speelsheid en, en ironie. Het gaat, hier, het gaat hier om mensenrechten en zo. Ja. Um, en het is heel lastig om tegen in te gaan. Want ja, iedereen is voor mensenrechten. Ja. En, 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 en dan wordt er zelfs dus weer snel die kaart getrokken van: ja, hè, dan ben je dus racistisch of, of xenofoob of transfoob. Je ontkent iemands menselijkheid. Ja, en, 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 en waarom is dat? Omdat die menselijkheid heeft blijkbaar niet, zo, hè, zoals ik zei, bij kant te maken met redelijkheid die, die universeel is, die iedereen heeft, en die hè, al die particuliere eigenschappen huidskleur uh, uh, en, en dat soort dingen uh, overstijgt. Ja, nu is het zo, oh, ja. Je, je, je kan blijkbaar, althans als, als je die social justice uh, en de meer extremere varianten, want er zijn natuurlijk hele gradaties in, dat, ja, ja, ja. als je de meer extremere variant van een aantal van die social justice uh, bewegingen... Ja, dat is inderdaad wel belangrijk om te benoemen trouwens, want heel veel uh, laten we zeggen uh, sociaal activisten Hangen dit niet per se aan. Wat we nu nee, nee. aan het bespreken zijn. Dat, 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 we hebben het wel over een extreem. Ja, maar die wel geluid aan het winnen is. Maar het. Ja, ja, en die is natuurlijk ook vooral geluid aan het winnen bij, um, bij mensen die eigenlijk ook gewoon niet beter weten. Ik heb een beetje idee als ik dan kijk waar er iets mee gedaan wordt. En ik heb een universitaire achtergrond en uh, daar speelt dat natuurlijk ook redelijk. Um, maar het is toch wel redelijk vaak. Kort van, ja om eh, ook nog wel een beetje gechargeerd te zeggen, toch het middelmanagement-achtige mensen die, die, ja, die, die willen gewoon iets goeds doen en die krijgen dat allemaal mee. Die weten er niet per se bijzonder veel van, maar ja, we, ja, ja goed, ze hebben het over gelijkheid en, en eh, diversiteit en ja. zo. Dat klinkt allemaal mooi, daar kan je ja. toch niet tegen zijn. Ja. En, die, hè, en dat, hè, dan haal je er een, een diversity officer of zo bij, dat zal natuurlijk een expert zijn. Ja. Dat gaat er heel erg mee. En daar is het natuurlijk, dat is allemaal heel goed bedoeld. En, 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 en ik zeg ook niet dat het allemaal onzin is of zo. Um, maar ja, veel van die mensen worden ook wel een beetje op basis van een semi-onwetendheid over die zaken um, dat, dat traject ingetrokken. Mm -hmm. En als het dan echt doorslaat naar voorstellen voor etnische registratie en zo, of een soort van quota die, die, hè, waar, waar het echt duidelijk te ver gaat, um, ja, dan, dan moet dat ook echt wel een halt toegroepen. En het is natuurlijk ook, het, het, is, het wordt nu gedaan alsof dat het social justice-achtige gebeurt, critical race theory en zo, wat ook een hele geschiedenis heeft en waar dat, dat ook wat genuanceerder ligt dan het vaak gebracht wordt, maar wat dan nu critical race theory genoemd wordt in die discussie um, wordt een beetje nu gedaan vanuit de wolkhoek. Ja, dat dat is het enige, alsof er geen andere uh, alternatieven zijn om racisme te bestrijden of dat er geen andere opvattingen over zijn. Dus het is nu zelfs zo: je bent nu haast en uh, ik, ik wil eigenlijk vermijden dat dan weer in te polemische termen. Maar het is al haast dat je een, een, soms een racist genoemd wordt um, als je een andere opvatting hebt over wat racisme is. Hm. En dan kan je graag, daar geen discussie meer over. Ja, dat, 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 dat is niet goed. Dat, dat helpt die, die, uh, die zaak, zeg maar, de goede zaak tegen racisme en zo. Dat helpt dat ook niet. Het wordt dan heel onkritisch. Um, zitten heel veel mensen zelf, hè, die, die dan zelf een migratieachtergrond of wat dan ook, hoe je dat allemaal moet noemen, die dat zelf hebben, die zitten er ook niet onder. Buitenlanders. Op te ja, 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 ik mag dat. Ik ben ja, een was een buitenlander, ja. Ik ben, ik ben, ik ben hè, de, nu, nu de term is een beetje uit de gratie geraakt, ik ben ook gewoon alf Ja, dat, dat hè, wat, wat als, hè, ook als, wat als buitenlander gerekend wordt of niet, dat, dat is ook veel over te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Um, ja, ja. Maar dat is, ja. Um, ja, gewoon hè, het wordt gedaan van alsof het allemaal. Het, hè, het wordt zeg maar voor die mensen. Nou, misschien dan hè, als het op ons aankomt, misschien iets meer voor jou dan voor mij. Ja. Um, maar ja. Hè. Ik ben iets buitenlandser dan jij. Ja, precies. Ja, ja. Um, maar ja, goed. Hè, ja, ik weet niet of jij, jij zit er volgens mij voor een gedeelte. in ieder geval ook niet op te wachten dat, dat je dan op een bepaalde manier anders behandeld moet worden. Hè, ook al is het dan op een positieve manier. Van, nee, hè? totaal niet. Zeker ja. nog, ik, ik, uh, ik, ik, ik heb een meer uh, allergische reactie op uh, positieve discriminatie dan op uh, negatieve discriminatie. Want negatieve discriminatie kan ik gewoon van me afslaan: van, nee, dankjewel. En positieve discriminatie voelt als zo'n zo gelei. Weet je wel, als van ik uh, ja. kom je even helpen. Uh, nou. En het is ook, um, want je moet, het, je moet het soort van. Uh, ...blij aannemen, want iemand doet iets aardigs voor je... ...en die ja. wil je helpen en zo. Uh, en daar, dat is natuurlijk psychologisch... ...of misschien psychoanalytisch zelfs... ...veel geniepiger. Uh, Denk aan uh, Zizek, die uh, Slavoj Zizek... Mm. Uh, is opeens een filosoof die beschrijft dat... ...in, uh, in een werkje... ...waar hij het heeft over... Uh, ...vroeger... Um, uh, ...dan moest je als kind moest je naar je grootouders... ...en als kind wilde je dat dan niet... ...en waar je ouders gewoon van... ...ja nee, ja, we gaan toch, je moet... Uh, en uh, maakt niet uit of je het leuk vindt of niet, we gaan. En nu is het toch wel meer. Ja, maar oma, zou het echt heel verdrietig worden. als je niet komt. En hè, dan. En het, dus die kinderen worden haast gedwongen. niet alleen om te gaan, maar om te gaan. en het ook nog eens leuk te vinden. <laughs> en dat, dat, dat gaat natuurlijk veel dieper. En, en volgens mij is dat hem, wat je net zei. van die soort van positieve discriminatie. hoe je dat dan eventueel zelf ervaart. Het is niet. Er, er, niet alleen dat er een soort van in externe omstandigheden iets met je gedaan wordt. Ja. Nee, je moet, ja, je moet tevreden zijn en je moet uh, dankbaar zijn. Ja. Um, daar zit iets heel paternalistisch, zeg maar, tussen. En dat is dat is. Die mensen ze bedoelen het natuurlijk allemaal goed. Yeah, yeah. Um, maar ja, dat, dat, dat is niet. Uh, dat is natuurlijk niet genoeg. Het, het, het hangt ook heel erg Hierin komt uh, weer dat particulieren van mensen terug. Het hangt ook wel af... Van met, met wat voor mensen je te maken hebt. Sommige ja. mensen hebben gewoon in hun omgeving... niet te maken met... niet-blanke Nederlanders, niet-witte Nederlanders. En komen een keer iemand zoals mij tegen... en weten gewoon niet... hoe ze hun houding moeten houden. Anders dan dat... Ja. je aardig moet zijn of whatever... en niet, uh, niet moet proberen te beledigen en dat soort dingen. Dus het is... Dat lijkt me al een heel fijne basis gewoon. <laughs> ja. Om gewoon te hebben inderdaad, ja. maar... Je, je merkt gewoon een wat meer uh, zenuwachtigere houding, laat ik zo zeggen. Ja. Bij sommige mensen. En dat, dat is niet. Wat mij betreft heeft dat niet iets met racisme te maken. Wel iets met vooroordelen en tussen verschillende dingen. Ja, ja. Maar puur. Ja, sommige mensen hebben gewoon die ervaring niet gehad. Ja, wat. wat, wat, wat hoe, waarom zou ik me daardoor beledigd voelen? Het, het is misschien ja. wel vervelend. Maar ik kan me niet beledigd voelen. Ja. Doordat iemand. eentonige. culturele. sociale omgeving heeft. Ja, Klopt. En het, het is natuurlijk ook. Maar nu, nu is het ding van. Ja is zo erg van je moet respect hebben voor die specifieke cultuur en specifieke achtergrond. Ja. Dus het is eigenlijk, hè, je, je hebt gewoon mensen die, die gaan eigenlijk zover dat ze zeggen, ja oké, okay, maar als, uh, eh, als ze er niet genoeg ervaring mee hebben of jouw specifieke culturele achtergrond of zo met bepaalde gebruiken niet kennen, ja dan moeten ze, hè, dan, dan, dan hadden ze daar zelf maar iets aan moeten doen. Dan hadden ze zelf daar meer mee in aanraken. Hadden ja, ze zelf ja, onderzoek ja, ja. moeten doen, ja, 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 een ja. beetje in die educate yourself, ja. yourself richting. Dat dat ja. ja, en terwijl die mensen. Maar het is ook. Ik weet niet, heb jij dat ooit meegemaakt dat. Dat, hè, dat je dan. Hè, zo Iemand die dan een klein beetje ongemakkelijk uh, was tegenover je, gewoon vanuit, vanuit dat. Hè, ja, onkunde of zo. Waar het daarna niet gewoon alsnog een redelijk hè, gesprek was. Of een normale interactie. Dat, of, nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, want dat, dan ga je toch ja. gewoon. Ik, ik heb ook zoiets bij een hoop mensen. Hè, en dat, hè, dan, hè, gewoon zeg maar. Uh, dit uh, slijsplanken uh, Nederlanders waar ik soms heb van ja, ja ik weet ook niet waar, waar die mee bezig zijn. Ik weet niet wat het achtergrond is. Ik, ga je ook niet het soort van, als je iemand niet kent per se een soepel gesprek aan, ja, maar dan ga je dan gewoon um, doorheen. En moet je natuurlijk ook bedenken, er is nu zo'n zo discours, zoveel zeg maar, in, in de media en in de politiek en alles over dat gebeuren, over dat, hè, de juiste uh, manier om dan ja, met, met mensen zoals jou zeg maar om te gaan of zo. Stel je voor dat, dat iemand heeft gewoon de beste bedoelingen. Die woont ergens. Uh, nou, ik wil het niet alleen als een, als een stads- en plattelandding uh, maken. Ja, ja. Maar goed. Stel iemand die woont ergens waar er weinig uh, allochtonen zijn. Um, en die heeft nu de hele tijd om zich heen. En dat valt volgens mij ook wel mee hoeveel mensen dat daadwerkelijk de hele tijd om zich heen hebben. Maar uh, stel, die heeft de hele tijd om zich heen dat, dat woke discours van. Ja, ja hè? alleen al wit zijn in de nabijheid uh, van, van iemand met een algehele achtergrond is eigenlijk al een micro-aggression. En daar moet je dan echt oppassen en extra ja. uh, aandacht aan besteden, zodat je diegene niet kwetst of zo. Ja, ja die worden er ook niet zekerder van in die interactie. Nee. De eerste keer dat ze dan hè, wel, wel iemand tegenkomen die dan een ander kleurtje heeft, of een hoofdtoetaag of wat dan ook. En dan, dan dat. Eigenlijk zit het voor een deel uh, die interactie soms. Uh, in de weg. Nou, ja, ja, ja. Ja, ja, ik denk dat het wel een heel extreem geval is wat je daar benoemt, inderdaad. Dat dat, ik ja. heb, ken het in Nederland niet, maar ik heb, ik heb het wel eens gehoord, inderdaad, ik heb het wel eens gezien ook. Uber het idee van microagressies. Ja, wat me daaraan stoort, is niet zozeer de microagressies. Want ik weet, ik kan me best wel voorstellen dat elke keer weer dezelfde vraag krijgen over waar je nou echt vandaan komt. Terwijl je gewoon in Amsterdam geboren bent. Uh, dat het ja. heel vervelend is. Um, maar een microagressie wordt te veel gedefinieerd vanuit de reactie van de ontvangende persoon. En te weinig vanuit de intentie ja. van de andere persoon. Want het is inderdaad heel vervelend als jij constant dezelfde vraag krijgt. En dan ook nog eens als mensen zeggen: nee, maar waar kom je echt vandaan? Um, ja. Maar wat ook relevant is, dat wederom al die aparte, particuliere mensen. Jij komt er, ik kom er tien tegen die mij niet kennen, maar zij komen allemaal maar één persoon tegen die zij niet kennen. Het hetzelfde geld voor, uh, het is dezelfde situatie wanneer ik iemand spreek die biologie spreekt. Oh, ken je Tom? Dat is een vriend van mij die biologie gestudeerd heeft. Dat is het eerste wat, ja. wat, wat in me opkomt. Um, net zoals andere mensen die wanneer ze leren dat ik cool ben, vragen, hé, hey, ken je die en die? Dan zeg ik, ja, dat is mijn neef, man. Ja. Nee, maar nee. Maar ja, maar het is ook een beetje, um, er wordt nu... Zeg maar, hè, en hetzelfde met diversiteit, zeg maar. Nu, er is zeg maar, diversiteit die er doet en diversiteit die er niet doet. En er is dus, als hè, sommige van die vragen, zeg maar, die je dan veel krijgt, als je, bij een bepaalde minderheid hoort, dan, dan, hè, dan, dan is dat echt, nou dan, dat mag niet, dat is dan nu, hè, is allemaal de vorm van racisme of zo. Ik, ik woon nu al um, zes, zeven jaar in het buitenland, ik ben een Nederlander met een volledig Italiaanse naam. Um, en ik krijg daar ook ja, voortdurend de vraag uh, waar ik vandaan kom en oh, hoe zit het met, met die naam dan en zo. En ik heb daar ook wel, hè, ik heb daar ook wel eens iets, iets mindere ervaringen mee. En dat is. Maar ja, bij mij zou niemand zeggen hè, dat dat is racisme of zo Terwijl het een heel soortgelijke, net zoals jij zei met het voorbeeld van. van ja, je, mm -hmm. je kent iemand die biologie studeert en iemand vraagt van: oké, oh, ken je diegene? Die? Het is een soortgelijk voorbeeld. Alleen dat past niet in het verhaal om dan als racistisch bestempeld mm -hmm. te kunnen worden en daar, het wordt dus een beetje dingen worden, zoals ik al zei, worden geïnterpreteerd wat, aan de hand van wat past bij dat plaatje dat gecreëerd is ja. en juist die echt concrete dingen en die, 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 ja, dat persoonlijke niveau, dat, dat verdwijnt dan weer uit het oog, want het is dus al bij voorbaat en het is ook vaak, vaak bij die dingen um, ja, het heeft misschien iets, iets, iets bijvoorbeeld deels racistisch of zo, maar soms ook niet, bijvoorbeeld er is zelfs een bekend voorbeeld dan daar zijn hele boeken over geschreven. Uh, Naam uh, Afro-Amerikanen, maar hier, hè, in Nederland speelt het in mindere mate, maar ook wel. Hè, dan qua, qua haar en kroeshaar. Ja. Dat er dan mensen gewoon hè, dat aan willen raken en zo. Dat is hè, een soort van klassiek voorbeeld binnen, binnen die social justice-beweging. Van hè, iets dat, dat zwarte mensen moeten ondergaan. Uh, en en ja, witte, witte mensen. Weten. Zegt uw eigenaar. Ja. Um, alleen. Je kan zeggen, ja, dat. dat, dat hè, het, sowieso, het, het is kut. Als iemand gewoon ineens aan je haar gaat zitten. Mm -hmm. Je kan zeggen, ja, dat is racistisch en zo. Maar je kan het inderdaad ook op. Om terug te komen, je kan zelf op hetzelfde punt uitkomen. met Meerdere wegen. Je kan ook gewoon zeggen, ja. Uh, hè, dat, dat is mijn. Mijn. Zeg maar, lichamelijke autonomie of zo. En je hebt gewoon van me af te blijven. Ja. En dat zijn gewoon basale normen en waarden en zo'n omgangswaarden. Uh, en dan hè, dat iemand dat dan misschien. Ja, ja dus daar zit een raciale dimensie. Omdat zwarte mensen dan hè, dat soort koeshaar kunnen hebben. Um, maar ja, wie, wie is er precies bij gebaat om dat dan puur in die termen van, van racisme te gieten? Uh -huh. Terwijl dat het ook op een andere manier kan. En ik snap, het is heel vervelend en, en het is heel, heel naar. Maar ja, andere dingen zijn dat ook. En ja... ja je, je kan kinderen ook gewoon aanleren van ja, blijf van een ander af als ze dat niet zelf willen. Dat, dat geldt voor heel veel verschillende situaties. Ja, ja. ja omdat dan in, in ja, als, als een puur racistisch iets te, te doen, ondanks dat dat wel, ook wel ergens een rol speelt, maar ja, is dat de beste manier om dat te bestrijden, creëer je dan niet een, um, een discours waar dat misschien veel groter gemaakt wordt dan. dan de realiteit is voor veel ja. mensen. Uh, of ja, in sommige gevallen gaat het om, om dingen die in de praktijk eigenlijk weinig voorkomen. Um, maar ja, hè, dan, dan gaan mensen dus haast voorbeelden zoeken bij de, net zoals dat, uh -huh. er, uh, dat is inmiddels al een paar jaar geleden, maar dat de volk achter het Volkskrant was. Ik weet niet hoe het tekenen meer, dus excuses aan de Volkskrant. Dat niet zo, maar dat die gewoon een columnist hadden, uh, die, die niet echt bleek, dat is dus gewoon iemand die deed alsof die, alsof de islamitische vrouw was. Uh, en die dan he, eigenlijk ook lekker, lekker woke dingen zat uh, te vertellen. En dat bleek gewoon allemaal fake te zijn. Oh, sick. Ja, dat soort dingen. Maar er wordt dus. Hè, en, en dat is ook een haast klassiek ideologisch iets. Dat zag je ook dus bij hè, communisme zeg maar, in de tijd van Stalin en zo. Ja, hè, hè, het communisme was natuurlijk de, de ultieme waarheid. Maar ja, soms voegt de realiteit zich niet naar die waarheid. Dan moet je de realiteit maar een beetje vervormen totdat dat wel bij dat beeld past. In plaats van, hè, je moet natuurlijk het tegenovergestelde doen. Ja. Uh, en ik heb het idee dat dat wel, wel nu, nu een ding is. En, Aan beide kanten van het politieke spectrum. Ja, uh, van politiek, maar dus ook hè, om dat dan weer terug te brengen ook op die. Op die hè, want ik denk dat die diversificatie van ja, dan, die daar een soort van is. Daar hoor je heel veel. Dus wat ik al zei, uh, het verwijt. Uh, heen en weer eigenlijk van, ja, je doet geen, geen recht aan de, de geschiedenis. Het gebeurt vanuit allebei die kampen, vanuit een bepaald idee van wat dat al zou moeten zijn, of wat dat al is. Um, en, en dan, ja, gaan ze proberen die kanon van de filosofie, uh, of uh, de, de geschiedenis, wat het gebeurt in bredere zin, uh, daaraan aan te passen. Ja. En niet, en ze, zo, ik vond het een heel terechte opmerking. Ik zei, ja, in zekere zin moet je dat aan specialisten overlaten. Um, maar dat, ja, iedereen heeft er natuurlijk een mening over, omdat dat ook gebeuren iets is waar nu iedereen een ja. mening over heeft. En het wordt dus niet meer aan de specialisten gelaten. Dus het wordt, dus mensen die gaan het erover hebben vanuit die ideologische discussie en niet vanuit het idee van, ja, is er misschien iets mis met de kanon die we nu hebben? of, ja, wat dan ook, of zelfs heel, dit, dus dit is, um, erg ja, Tipje van Sluijer binnenkort komt op Vrij Links een artikel, dat gaat daar ook over. Over het verwijderen van Spinoza uit de kanon. Want iemand ja, opperde dat als een optie om plaats te maken voor vrouwelijke ja, filosofen of zo. Maar wat ik begreep daarvan trouwens, uit een Twitter-interactie, want je hebt het over uh, Carlo Irna die dat ging doen. Ja, en dat is niet helemaal wat hij zei. Dus. Het ging om een vak van hem. Ja, nou is dus. Met, Toch? Ja, dus dat hem wat context te geven. Ja. Carlo Jarna is ja. uh, filosoof in Nederland. En die heeft uh, financiering gekregen voor een project. om, om die filosofische kanon te, te hervormen. En hij. en dit is iets wat in die discussie eigenlijk misgaat. En dit is ook iets wat. Ik waar, waar uh, de, de redactie van deed. zeg maar, uh, iemand anders had geschreven. Waar dat een beetje spaak liep. Waar zijn dan een heel principiële bezwaren ergens tegen. Dus inderdaad, uh, ideologisch geladen. je kan dit niet doen of dat niet doen en zo. En uh, er werd dan gezegd van, ja maar oké, okay, je kan het diverser maken, maar je hoeft Spinoza haar toch niet uit te halen. Um, maar dus bij, bij iedereen die je eruit zou halen, gaat iemand zeggen van ja, maar die, die hoef je er toch niet uit te halen. Maar je, je kan als kanaal, als praktische kanaal van de filosofie, dus wat wat Carlo Jern daar nu uh, aan het doen is, dus ja, zeg maar een, een boek schrijven bijvoorbeeld van hè, een soort van inleiding in de filosofie, van moderne filosofie was het dan. Die iets diverser is. En ik, ik heb dit zelf ook meegemaakt met colleges die ik gaf, als ik een cursus ontwierp. Je kan niet alleen maar mensen blijven toevoegen. Het is heel leuk om te zeggen: ja, je hebt de kanon van de filosofie, al oh, wil je dat diverser maken. Oké, okay, ja, doe er meer vrouwen, niet-westerse, wat dan ook. Van, ja, ja. Ja, doe, doe dat er gewoon allemaal maar bij. Dat is hartstikke leuk, ja. toch? Um, en dan moet je een cursus ontwerpen. Je hebt twaalf weken om, om je studenten ja. iets mee te geven. Ja, je kan niet. Ja, je, je moet maar, die keuzes maken. Hebt, er zijn dus ook praktische uh, dingen. En de mensen die dus. Hè, ja, goed, het klinkt een beetje. Als filosoof sta je niet, zeg maar, met je laarzen in, in de modder ergens. Uh, maar moeten de mensen die in het veld werken. Of specialisten die er dus echt, echt concreet mee te maken hebben. Die, uh, die niet alleen de beste zijn om over die criteria te, te beslissen van, vanuit hun specialisatie en de achtergrond. Die hebben ook. Die weten waar, waar je praktisch eventueel tegenaan ja. kan lopen. En in heel veel van die discussies, het zijn allemaal grote termen en eh, institutioneel racisme daar en. en maar moet het gender, het even, moet het we moeten denk ik hebben over wat, wat, wat een kanon is. Ja. Want een van de dingen wat, wat mij stoorde aan het verhaal van Carlo hierna, of in ieder geval wat ik in het trouw las, hmm. of misschien het onderzoeksproject, is het idee dat je een onderzoeksproject op kan zetten om de kanon aan te passen. Maar wat mij betreft is de kanon niet, niet iets wat, uh, wat opgezet is en bepaald is en neergezet is. Maar iets wat, laten ja. we zeggen, als je ooit in Magic the Gathering of een ander kaarspeler <laughs> speelt, weet je wat de meta van een, uh, ja, een bepaald ja. moment is. Dat, Dat is er iets, een nieuwe editie zeg maar, van iets uitkomt ja. en dan is het gewoon in één ja, keer. De ja. meta is, een, is iets wat opkomt door bepaalde manieren van spelen waar, uh, waar een soort van... Uh, uh, overeenstemming over ontstaat, dat dat de beste manier van spelen is op dat moment. En dan ja. kun je daar een boek over schrijven en dan, kun je, ja. dan wordt het een ding op zichzelf. Ja, ja. Maar het is niet wat niet één iemand legt dat neer. Uh, ja, het is een natuurlijke ontwikkeling, zeg maar. Ja. ja. En daarna kun je het als een, een entiteit of een fenomeen beschrijven. Maar dat is wat mij zorgen. Mij een onderzoeksproject om de kanon aan te passen, dat je kan een onderzoeksproject doen om de om een bepaalde filosoof te onderzoeken hè, en dan een voorstel doen voor de kanon of in ieder geval in zijn geval je vak aanpassen of een boek schrijven hmm. die anders ingesteld is. Ja. Helemaal eens, top. Ja. Um, en dat is overigens eigenlijk, eh, dat, dat, dat is wat die... hij doet. En dan gaat iedereen moeilijk over, ja. ja, laat hem lekker zijn boekje schrijven. Dat... Ja, dat is het tweede deel ja. wat ik wil zeggen. Maar dat is ook wat hij doet. Dus ja. eigenlijk is het volgens mij was het krantenartikel van Trouw gewoon niet, niet Ja, het was volgens mij die interviewer op... die ging een beetje Ja, uh, want uh, dat, ja. daarin kwam er voor: uh, Carlo Ina heeft een onderzoeksproject om de kanon aan te passen. En ik dacht, dat kan helemaal niet. Nou, op zich kan het dus... En alleen... je kan een voorstel doen. Ja, nee, ja. ja en, en dan moet dan ook hè, wel wat gevolg krijgen. Anders dan zit je ook een beetje in het luchtledige iets te, te doen. Ja. Uh, maar goed, dat is de filosoof misschien ook wel eigen af en toe. Maar, Zeker. <laughs> <laughs> aan de ene kant, ja, het klopt wat je zegt. De kanaal die die krijgt gewoon zo vorm. En daar kan je niet, niet te veel forceren. Aan de andere kant, er zijn gewoon, dus hè, historisch. Nog één er... voorbeeld, sorry. Nog één ja. voorbeeld. Uh, ik denk dat je de kanaal van de filosofie kan beschrijven zoals. Uh, er bijvoorbeeld een natuurkunde consensus ontstaat over een bepaald theorie. Dat is niet per se dat er gestemd wordt over die theorie, maar omdat er dat de beste ja. geacht wordt door de experts op dat moment. Ja, en dat is, uh, en als je dan nou kijkt hoe die kanon daadwerkelijk vorm krijgt, net iets te idealistisch gezien. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die daar een grote rol spelen. Met hoe die kanon niet alleen vorm krijgt, maar ook dus, zeg maar, blijft zoals die min of meer is. Hm. Um, en ja, dat is toch een beetje terug wat ik eerder zei, er zijn bepaalde figuren, en dat is dus niet zeg maar een brede wetenschappelijke consensus of zo geweest, of academische consensus, maar gewoon echt figuren met zoveel invloed, dat die echt echt significant vorm hebben gegeven, min of meer in een eentje, uh, aan, aan uh, wie telt en wie niet telt. Hegel is er daar één van. Uh, en die, die, dat is, uh, ja, daar kan je dus, uh, moet uh, niks, nou ja, ik wil zeggen niks tegen Hegel, een beetje wat tegen Hegel, maar dat um, nou niks tegen Hegel, maar wie is hij om dat in zijn eentje te bepalen? Zeg maar. Want er zijn sommige dingen die, die we nu echt gewoon als, als standaard uh, nemen, of wat betreft de kanon van de filosofie. Uh, en dat, dat komt er dus gewoon bij één iemand vandaan, of het Hegel is of iemand anders. Maar dat, dat, hoeft, dat hoeft niet per definitie echt te niet, niet per definitie, maar dat betekent dus wel dat Ja, dat is toch net iets, iets anders dan uh, er is verder consensus. Want hoe, hoe krijgt dat dan verder gestalte? Hegel had natuurlijk studenten en die, uh, ja, die volgden zijn colleges en zo. Ik, ik heb hetzelfde. Ik veel van de colleges die ik gegeven heb, die geef ik ook gewoon vorm aan de hand van wat ik ken. Aan de colleges die ik, hè, die, die, die wij dan toevallig uh, ja. samen gevolgd hebben. En dan, dan blijft dat zo. En dan is het al heel snel van, hè, dat, dat wordt dan semi-heilig uh, uh, verklaard. Overlevering. Terwijl, dat, hè, terwijl er, er worden keuzes gemaakt. Ja. Niet zozeer aan de hand van de historische realiteit soms. Niet zozeer aan de hand ook van, van de, 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 echt, de, de pure inhoud. Maar ook op pedagogische gronden. En dat moet je natuurlijk doen. En dan is het bijvoorbeeld heel fijn. Eh, al, al, al een keertje uh, bij jou. Uh, um, dat je tegenover de drie Britse uh, empiristen. Uh, dus uh, uh, Locke, uh, Locke Young uh, Dat je daar drie continentale rationalisten kan zetten. Mm -hmm. Want dat, hè, dat is heel... Eh, dat heb ik zelf gedaan. Het is heel fijn college geven als je hè, drie van zeg maar, die methode hebt. Drie van die methode. Uh, dan ook nog lekker hè, drie zeg min maar, of meer op één plek en dan drie continent. Pedagogisch is dat heel fijn. Dan kan je de studenten vrij makkelijk iets meegeven. Dat werkt heel lekker. Heeft dat iets echt met de historische werkelijkheid te maken? Nou ja, het is, het is nogal een, een bepaald uh, frame. En, en dat is prima. Maar dan heb je dus 200 jaar lang. Maar van Hegel tot aan, aan, aan bijen. En dat is nu weer een nieuwe generatie studenten. Die krijgt dat verhaal mee en dat zit zo ingebakken dat ja dat zei, dat, dat min of meer heilig wordt verklaard um, en ja dat is dan dat is dat is niet gebaseerd op een consensus dat is gewoon wat we het beste kennen ik heb eh, ik, ik zit dan niet in de geschiedenis van de moderne filosofie of zo dat is niet mm. mijn bakgebied um, dus ik ga daar ook niet ja echt verder naar kijken um, naar oh, is er eigenlijk iemand die over het hoofd gezien wordt of zo um, terwijl ja, ook als je gaat kijken naar de invloed van die filosofen destijds, dat dus in de 18e eeuw, 17e eeuw of zo, ja, sommige van die figuren die nu echt hè, aan de hand waarvan we nu de moderniteit eigenlijk bepalen of definiëren, waren toen redelijk marginaal. Dat is pas later uh, hè, en het is ook, bijvoorbeeld Carlo Diarra zegt dat, dat toch wel goed in, in dat interview. Nou ja, waarom heb je Hume nodig? Maar ja, ook omdat dat heel erg helpt als je dan het college gaat geven over Kant. Omdat daar een, een, hè, dat, er zit een mooie ontwikkeling in. Uh, en dan, dan kan je dat zo doen. Ja, er zijn andere grote filosofen geweest uh, de, rond dezelfde tijd als Jung. Die dan misschien interessanter waren. Uh, destijds invloedrijker. Maar dan niet die invloed op Kant hebben gehad. Die dan later echt de grote man werd. Um, ja, en dat betekent dus dat iemand die eigenlijk... Misschien iets heel interessants te vertellen heeft, heel significant is, zeg maar, in, in die tijd. Die wordt dan uitgesloten van die kanon aan de hand van het belang van een veel latere filosoof, omdat je dat verhaal wil vertellen. En, en daar is, ja, dus dat betekent, je kan dat gewoon anders doen. Dat is volgens mij wat. wat hè. Nou, maar dat, dat, ik zie daar geen probleem in, want dat is een, een bepaalde erkenning van het idee dat de geschiedenis niet gebeurd is en wij dat. Bekijken, maar dat wij de geschiedenis construeren aan de hand van het verhaal dat we willen vertellen. Ja. En als we het verhaal willen vertellen van, van, van Kant en de verlichting, omdat die hm. op ons nu zoveel effect heeft, zie ik het probleem niet van een, laten we zeggen, oogschijnlijk en niet tijd, interessantere filosoof te laten zitten voor iemand die beter past in het verhaal, mits je ja. dat verhaal goed vertelt als zijnde een verhaal. Klopt. Dus alleen, daar is dus, het een grote nadeel daaraan Is omdat dat het verhaal is dat we krijgen, zeg maar van, van ons eerste tot het laatste jaar. of, hè, of ja. verder als je dat. Maar uh, eigenlijk moet je vrij specialistisch bezig gaan zijn. Om daar verder ja, te zien dat dat, dat, dat verhaal niet, niet het, het enige echte ware verhaal is of zo. Uh, maar dat, ja, dat is wat je meekrijgt. Dus je hebt helemaal geen weet van sommige van de grote namen die er toen ook waren. Dus je weet, je weet niet, als je gewoon hè, een bachelor of vier of zo, zelfs als je erin verder gaat, zoals ik ja. zei, ik heb dat zelf ook. Je weet niet wie daar nog meer was die eventueel... Misschien is daar iemand die dat verhaal hè, veel beter in dat verhaal past... of dat kan vertellen, maar die gewoon vanwege andere contingenten reden. Maar ja, dat, dat, ja die, hè, de veel van is natuurlijk contingent. Een beetje toeval. Um, ja, hoe, hoe zou je daarachter ja, moeten komen... als er niet al iemand is die dat aankaart... zoals Carlo Jarno dat nu dan uh, ja. bijvoorbeeld doet? Ik denk dat, dat hier een... Misschien een interessant verschil te maken is tussen, tussen, tussen toeschouwers en toneelspelers. Even ja. metaforisch gezien, of uh, metaforisch uitgelegd. Um, en ik denk dat dat ook relevant is voor de kritiek die bijvoorbeeld een Foucault heeft op, op, op kennisproductie en kennisverwerving. Ik denk dat wanneer je, en, wat, en, en een probleem wat heel veel mensen hebben met wanneer je zegt dat uh, de kennis die we hebben niet per se volledig rationeel is, maar ook politiek geladen is. En ook, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te, niet alleen politiek geladen, ons ook gewoon... Ideologisch geladen. Ja, ja niet eens dat ook gewoon stomzinnige toevalligheden, hoe dat vorm krijgt, ja, ja. welk college je volgt en, en wat mensen daaraan interessant vinden of zo. Dat, dat, dat geeft uiteindelijk heel veel vorm aan wat er later gebeurt. En ja. er zit dan niet per se politiek of ideologisch iets achter. Ja, het is gewoon puur ja, toevallig. Dat ja. zei, zo is het leven. Maak er een punt. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen, uh, laat zeggen, Einstein en zijn relativiteitstheorie. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat Einsteins relativiteitstheorie daadwerkelijk sterk is, goed is, een nieuw begrip van de werkelijkheid is, die veel beter is dan iets anders rationeel. Alle, alle mooie dingen die daar aan het plak, de plakken. Tegelijkertijd kun je zeggen dat de studenten die over uh, Einstein leren niet beter zijn dan, uh, dan, 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 dan mensen die een overlevering krijgen van een, uh, van een waarheid die, die al vaststaat omdat zij dus niet achter het gordijn kunnen ja. kijken van hoe dat opgebouwd is. Wat je beschrijft, uh, je geeft les, je geeft drie filosofen aan de ene kant, drie filosofen aan de andere kant. Uh, en die studenten zien dat als de waarheid, omdat dat is wat ze leren en niet wat ze niet weten. Dus ja. het, het is een soort van het verschil tussen de kennis zelf, of de, de ideeën zelf, en de proces van het leren over de ideeën ja. zelf. Um, dus net als als je als toeschouwer. Niet precies weten wel wat, wat er achter het toneel gebeurt, waardoor het, uh, ja. uh, het uh, theater-toneelspel ja. uh, mogelijk wordt. Is denk ik de relatie van ons als leken op elk gebied waarin we niet specialist zijn, laten we zeggen. Hetzelfde als die van een, toneelspeler, of van een toeschouwer die naar een toneelspel aan het kijken is. Dat betekent niet dat als je wetenschapper bent, dat je dus overal achter kijkt. Als je natuurkundige bent, weet je, ben je net zo goed een, een toeschouwer bij een filosofisch debat als, als iets anders. Um, en ik denk dat dat ook belangrijk is om postmodernisten zoals dus Foucault te, te begrijpen. Hij had natuurlijk wel kritiek op hoe kennis ge gewerkt werd en kennis opgebouwd werd ja. en dat daar macht uh, ter sprake is. Ja. Niemand leert dat stelen slecht is omdat ze daar rationeel over nagedacht hebben en tot het besef komen dat het slecht nee, is. Het nee, nee. wordt je gewoon aangeleerd. Stelen slecht moet je niet doen. Um, dus daar is gewoon een stukje macht die, die speelt. Uh, net als bij college. Je hebt als... Docent en autoriteitspositie. Dat is dus een machtspositie. Als ja. jij zegt nee, kant had het toch verkeerd. Dan zullen studenten dat echt wel van jou aannemen. Ook ja, nou dan waar is het ja. niet. Dat um, punt dat ik wilde maken. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is wanneer dat, dat, wanneer je kijkt naar postmodernisten als Foucault die zeggen kennisproductie is niet alleen maar rationeel, dat is niet per se, wat mij betreft nee. in ieder geval, niet per se kennis al zodanig afvikken, maar de proces waarop jij en ik tot bepaalde kennis komen als gewone toeschouwers. Ja. Um, ik zou wel eens, misschien zelfs nog zo willen zo ver willen gaan dat mijn relatie met uh, wetenschappelijke kennis niet heel anders is dan de relatie tussen een gelovige en een priester. Nou ja, dat is dus ook wat we doen. Hè, dat, dat is natuurlijk ook een ding waar die postmodernisten dus terecht veel inderdaad kritiek op hadden. Um, we doen alsof. Het eigenlijk allemaal wel begrijpen en dat ons politieke stelsel of zo en, en bepaalde ideeën die zijn af en uh, hè, we doen alsof we dat begrijpen op, op goede gronden nog wel hè, weer dat verhaal van een bepaald punt uitkomen maar hoe kom je er en weet je de rechtvaardiging ervoor en zo of welke rechtvaardiging um, ja dat, dat is niet hoe de meeste van die dingen werken en het is altijd zo niet even ja ik, ik, heel klein beetje wat je zegt ja maar goed die kanon die is nu zoals die is en daar, daar zijn goede redenen voor er zijn goede redenen voor, maar er zijn ook minder goede redenen voor. En bepaalde toevalligheden en er zit ook, uh, ja, daar zit van alles in. En, het is, en dat, dat, hè, dat is ook echt iets waar, er is dus dan nu ineens veel kritiek, nou niet ineens per se, maar veel kritiek op het postmodernisme vanwege al, al dat uh, gebeuren. Die relatie tussen kennis en macht en zo, omdat die, dat, dat uh, zit een klein beetje te, te mollen aan, aan hè, wat we dan zien als de fundamenten van onze beschaving en de verlichting en rationaliteit. Hmm. Maar nee, hij, ja, wat Foucault doet is juist laten zien hoe, hoe dingen werkelijk zitten. En dat is natuurlijk ook een rationeel iets. Dat is ook gericht op een bepaalde waarheid. En dat heeft ook echt wel um, zijn, zijn, wat sommige van die anti mensen nu over het hoofd zien. Dat heeft voordelen gehad. Dus wat Foucault in de jaren 60, 70 beschrijft, ja, bijvoorbeeld over seksualiteit en die relatie tussen kennis en macht. Ja, bijvoorbeeld dat iets dat homoseksualiteit, dat dat als een, een ziekte gezien werd in veel dingen, zeg maar, tot in de jaren negentig, qua, qua ja. zowel straf, strafrecht als als medisch uh, diagnostische. Uh. Ja, dat, dat is toch een, een, een heel mooi voorbeeld van waar zijn theorie daadwerkelijk echt ergens op slaat, dat um, die vorm van kennis, uh, en dat werd dus als kennis gepresenteerd, homoseksualiteit gezondheid, Dankjewel. homoseksualiteit is, is een, een uh, psychologische ziekte. Ja, dat het een vorm van kennis is die verband houdt met machtsstructuren en normen en wat wel en niet mag en zo. Ik vind dat, dat soort dingen beschrijft hij eigenlijk uh, prachtig. En daar hebben we ook. Ik ga niet zeggen dat Foucault zeg al maar, dat dat helemaal in eens eentje opgelost heeft of zo. Maar daar is ook een deel van die vooruitgang. die wij nu heel erg waarderen. En uh, waardoor we nu op een heel andere manier tegen homoseksualiteit aankijken. Dus niet meer als een zonde, niet meer als een, als een aandoening, maar gewoon ja, wat dan ook. Uh, ja, ja uh, yeah. dat, dat, is, dat is volgens mij iets, iets goeds. Maar dat wordt nu ja, vergeten. En dan wordt hij aangevallen op een beeld dat mensen van hem hebben. of dat mensen van zijn werk hebben. Um, waarvan ze denken dat het te ver gaat. Of zo. Maar heel veel van die. Uh, er zit iets zeg maar progressiefs. en, 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 en zo op een goede manier in, in veel van. Ja, ja. wat dan die postmodernisten heet. En ik denk dat. He, je moet niet alles op één hoop gooien en proberen er vanaf te komen, omdat er een paar mensen zijn uh, die heel radicaal zijn, heel hard roepen, in veel gevallen volgens mij ook niet al die dingen goed begrepen hebben. Uh, he, daar, daar kan je over discussiëren. Uh, en dan inderdaad weer gewoon die tegenreactie opzoeken, dan zal het allemaal wel. He, en dan vergeten alsof, alsof de Foucault's en de, de, de Judith Butler's van de wereld niet ook wel een, een, een zinnige bijdrage, een, een, een moeilijk te ontcijferen bijdrage af en toe. <laughs> maar daar, daar zit iets zinnigs in. Maar nogmaals, het, het gaat in, het, als je kijkt naar hoe die discussie gevoerd wordt. Het gaat niet daadwerkelijk om wat die filosofen of andere uh, mensen zeggen en, en om hun werk, om de inhoud. Het gaat om, om die discussie, de ideologie, de polemiek. Uh, en of je dan daadwerkelijk de kogel lezen hebt of niet. Dat, 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 voor de discussie doet dat er eigenlijk nee. niet, niet toe. Um, en, en, en dat is zonde. Daar zit veel waardevol in. Ook heel veel dat je kan bekritiseren. Uh, maar ook heel veel dat op verschillende, verschillende manieren ingezet kan worden. Hij was ook op een gegeven moment flirten Foucault met, uh, vanuit zijn ideeën met neoliberalisme. Dat vond hij ergens heel, heel prachtig. En hij flirte een beetje met, met uh, 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 een soort van islamitisch fundamentalisme uh, en zo. En dat zijn allemaal dingen waar, waar ik het dan ja, uh, wat, wat minder uh, mee heb. Uh, maar je ziet dus dat in zijn werk zelf past hij zijn denken op verschillende manieren. Experimenteert hij experimenteert met dingen. Het is uh, eigenlijk heel dynamisch in beweging. Hij, hij, is niet altijd, uh, hij denkt niet altijd hetzelfde. Maar ja, dat, dat, dat dekt niet lekker en dat kan ook niet in een soundbite. Um, en dat is hoe die discussie uh, gevoerd wordt. Gevoerd wordt, ja. Ja, maar dat, dat, dat is ook iets, um, iets wat in onze. Niveau in, in Nederland. We hebben geen echte, nou hè, ik, zeg, ik woon al, al uh, een flinke tijd niet meer in Nederland, maar er is geen echte cultuur van publieke discussie en zo, die echt ook nog een beetje inhoudelijk is. Mag, Steeds minder ook. Ja, en je mag je dan wel, hè, uh, uh, die mensen mogen ergens aan de tafel of een programma aanschuiven. Maar of niemand kijkt ernaar, of het is allemaal veel te kort. Of uh, ja, dan, dan krijg je de, hè, dat Gerard Joling... Uh, ineens over de formatie moet hebben... en dat soort dingen. Of hè, Louis van Gaal, die is nu in de, blijkbaar voor veel mensen... de gedroomde nieuwe voortrekker van de formatiebespreking. Ja, jongens, waar hebben we het over? Wat is dit nou weer voor... Want dat is het niveau van, van het uh, publieke debat blijkbaar. Dus moet je je voorstellen, dat is het niveau van het publieke debat... Dat, dat mensen Louis van Gaal vragen naar... ja, hoe moet het verder met de formatie? Of dat er je, een of andere ramp is of een economische crisis of zo... En dat, dat Gerard Joling dan daar aan tafel zit ook om iets te zeggen, dat is het niveau van het debat. En dan moet je het over heel fundamentele uh, kwesties hebben en, en dieptheoretische uh, dingen. Dat, 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 dat matcht toch totaal niet. En je ziet in andere landen, daar, daar wordt het ook minder. Je hebben veel meer die cultuur van publieke discussie en, en politieke discussie, dat, dat nog ergens over gaat, ja, hier ik, ik zie het heel. Heel weinig. Nee, nee hier, hier wordt het zeker ingevoerd. Um, Jinek, die heeft trouwens wel, die heeft wel wat langere shows. Die, uh, daar kan nog wel een gesprek gevoerd worden. Ik denk dat ik die, die nog een stuk beter vind dan de NPO. En Jinek mm -hmm. is ook daadwerkelijk degene die de vraag is. Bij de NPO heb ik het idee alsof de gast, uh, tafelheren en tafeldames, eigenlijk een verlengstuk zijn van de redacteur die in hun oor aan het bleren is wat ze wel mogen vragen, niet mogen vragen. Ja. En het is allemaal volledig zo overgestructureerd. Overduidelijk ja. overgestructureerd, ja. weet je wel? Ja, ja, ja. Waar er echt geen ruimte over blijft. Oh, <laughs> voor. Uh, hey, Bobby. Voor, uh, voor, voor echt diepgaande discussie. Ja, inderdaad. En er zijn wel programma's ook op uh, NPO die, die dat ja, wel hebben. Maar ja, daar kijkt niemand naar. <laughs> dat, 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 uh, dat schiet ook niet heel erg op. Ja. En het is ook wel. Ja, dat is de laatste jaren. Uh, ja. op, radio, op radio gebeurt het wel meer. Ja, goed, wie luistert nog radio? Dat is helemaal... Uh, nou, volgens, eens... mij, volgens mij meer, steeds meer. Ja, is dat... Ja, goed, ik, zou... ik, heb, ik heb het idee dat het steeds meer geluisterd wordt. Dat, 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 dat zou kunnen. Doe maar niet. Maar het is wel... Ja, er zijn natuurlijk de laatste jaren... Uh, zorg toch wel... Ja, wat kijkjes in de keuken bijvoorbeeld bij NPO geweest, omdat er beslissingen genomen zijn, waar, waar dan een beetje uitgelegd hoe Ja ging. We hadden natuurlijk dat hele gebeuren met diversiteitsbokaal. Dat ze uh, op de redactie bij de NOS... Oh ja. De, de, uh, ja. Dat je een soort van pluim kreeg, een bokaaltje, ja, als je, ja, ja. Als je iets, iets super divers had gedaan of zo. Uh, qua hè, die hè, ja. iemand met een hoofddoekje voor de camera had gekregen ja. o, die nog, dan ook nog is wel bespraken goed goed inderdaad dat soort dingen en ook hè, ik heb ook mijn idee uh, over van, uh, hoe heet het programma de vooravond met met vier ja en uh, uh, ja renze klamer ja. Um, dat dat dan nu hè, daar daar zit daar zit zij beeld van dat diversiteitsgebeuren en en dit uh, wordt, wordt um, implementeerd door mensen met echt goede bedoelingen, mm. maar ook mensen die weten niet precies, oh, om het kort door de bocht te zeggen, waar ze het over hebben. Ja. En dat is dan vaak echt wel het middelmanagementachtig niveau, in ieder geval dat, 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 dat type als dat wat zegt, ja. um, ook capaciteiten en zo. Um, en dat, dat geeft natuurlijk heel veel vorm aan het publieke debat, ja? als, als de hele redactie van zeg maar, een aantal omroepen zo is. Um, en als het dan ook nog is, ja, Ik ben niet zo van roepen dat alles cancel culture is. Dat, dat, ook, dat ligt veel genuanceerder. Maar als dus ook uh, het zo erg is dat, dat ja, sommige stemmen die, die worden eigenlijk verbannen omdat ze niet in dat ideologische straatje passen. Mm -hmm. um, en niet dat ze dan meteen gecanceld zijn of zo, maar ja, vanuit bepaalde overwegingen. Dat, ja, dan, dan krijg je geen echt publiek debat. Want het enige wat er dan nog is is um, wat dan toch een beetje die ideologische middelmaat uh, is, waarbij iedereen zoiets heeft van, ja, racisme is slecht, seksisme is slecht, moeten we wat aan doen? Uh, en dan maar gewoon, ja, en dan komt er dus een diversity officer aan uh, en zegt, ja, ik kan daar wat aan doen. Ja. En die gaan er dan maar mee. En die, hè, dan hoef je er ook verder niet echt over na te, te denken. Um, en, uh, um, ja, dat, dat, dan heb je dus alleen nog maar dat. Want het is ook niet alsof de, 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 de echte radicale activisten per se een stem krijgen. Het gaat allemaal via die, die middenweg. Um, maar dan heb je dus alleen nog maar dat PW, misschien op de radio. Of, omdat dat dan ook zo lekker polemisch is, dus de meer extreme uh, tegenhangers daarvan. Um, dus niet, niet zozeer de alternatieven, maar echt de opponenten. Dus waarom hè, Baudet op een gegeven moment heel veel spreektijd gekregen? Andere hè, dat soort ja. uh, types omdat dat. Er is ja. een, zeg maar, wat, 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 wat de talkshows niet snappen, en ik dan, dan weet ik even niet of dat, uh, wie dat precies zijn. Oh, oh, wacht. <laughs> dat, uh... ja. ja, dat was iets te veel. En nee, gecanceld. Uh... En ge Ja. ja hey. Ik heb het. Ik heb even de katten gecanceld. Uh, oh, wat ze niet snappen is hoe je een. Uh, het geluid is ook meteen anders nu de deur dicht is, maar mij niet uit. Um, wat ze niet snappen is hoe je een discussie voert. Ja, dat het ook. En daardoor lukt het niet om, om gewoon twee goede personen neer te zetten die iets te zeggen hebben waar je een gesprek tussen kan voeren. Maar is het enige wat ze kunnen, is voorstander. Tegenstander neerzetten en vragen hoe ze zich voelen. Ja, um, ja vooral dat is heel erg belangrijk. Hoe voel je, belangrijk. je erbij? Hoe om... voel je erbij en dat soort dingen. En, en dacht, je nou, dacht je nou niet dat dit mensen ging beledigen jaren, jaren, jaren? En vind je niet eigenlijk ook de morele lijn die we uitgezet hebben dat dat klopt of niet? Ja. Uh, dat zijn een soort van de, de, de variaties aan vragen die gesteld worden. Uh, het, is gewoon, het is echt een gebrek aan weten hoe je een gesprek kan leiden en hoe je een gesprek kan voeren. Uh, maar ook, ook aan, aan inhoudelijke kennis erover. En goed, als, ook, dit, als dit dus iets is waar, waar, waar dan nog een bepaalde filosofische grondslag, die moeilijk te doorgronden is, een rol speelt, dan, dan snap ik dat wel. Maar het is wel, ik zei, er, is, er is dus, dat speelt natuurlijk ook een rol qua, qua publiek debat, een soort van ideologische leegte uh, in, in Nederland, zeg maar. Um, Hè, mensen vinden alles wel prima of zo. En nu komt er dan wel allerlei hoeken. Dus wordt dat een beetje aangevallen tegen tegengeluid. Maar um, ja, soort van ideeën. En dan gaat het inderdaad uit, zoals je zei, van, ja, dan wordt de vraag: van ja, ja, hoe voel je je daarbij of zo. Ik kan me herinneren, dus van twee jaar terug of zo. Dat was vlak, vlak voor, volgens mij, de, het, het boerkaverbod ja, inging. Nee. Uh, dat er dan uh, twee mensen aan tafel zaten uh, bij. bij je nek of ja, zo'n zo programma. Um, en op een gegeven moment, hè, dus één iemand die voor de ja, hè, of in ieder geval tegen de boerka ben was, en één, één die, die voor de boerka was, en één die zat ook echt aan tafel met uh, boerka. En uiteindelijk, waar liep die discussie op uit? ene zei ja, ja ik voel me er gewoon niet prettig bij oh, ja. als uh, ik iemand op straat met een boerka tegenkom. Hey, je weet toch niet. Blah, blah. En de andere kant, ja ja, ik voel me er heel fijn bij om een boerka te dragen. Ja, dat is leuk. Dat, dat, dat is, ja, als, als, dat is geen discussie. Nee. Als jij voelt dit en ik voel dat. En dat is, dat is dus ook iets wat je allemaal maar moet respecteren. Um, ja, wat heel veel dingen betreft, zijn, zijn, zijn gevoelens die mensen erbij hebben, niet heel relevant. Ja. In ieder geval om, om bijvoorbeeld een, uh, te oordelen over, over een verbod op iets. Ja, gevoelens mogen ook een rol spelen, maar je zou hopen dat er ook meer principiële uh, discussies gevo gevoerd kunnen worden. En dat, dat, dat gebeurt uh, eigenlijk heel weinig. Want ja, dat, dat is blijkbaar iets... dat we, dat we in Nederland niet, niet kunnen of gewend zijn... of niet meer gewend zijn. Ik weet niet of dat er ooit was. Um, en, dat, en, en dat is natuurlijk ook... Uh, om het toch een beetje te doen... alsof we wel aan het einde van de kies zijn. We hebben het eigenlijk <laughs> een hoop decennia... Uh, gewoon uh, vrij goed gedaan. Ik bedoel, dat is dan ook... Uh, over dat, dat ja, verhaal van die grote narratieven, afhankelijk van wanneer je geboren bent of in welke decennium je je bevindt, wisselt heel erg. Nou, uh, ik, ik ben dan uh, nog net in de jaren negentig uh, geboren, begin de jaren negentig. Wat is de jaren negentig voor een tijd? Uh, ja, communisme, daar werd al niet, al niet meer over gepraat, want dat, dat was voorbij. Dus de, de liberale orde die had gewonnen, toch redelijke uh, economische vooruitgang. Uh, allerlei technologische ontwikkelingen, internet, gewoon echt, uh, het zag er best wel goed uit. Geen, uh, 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 afgezien van, van uh, in de Balkan, uh, in Europa voor uh, een flinke tijd geen oorlog Midde -Oosten. meer. Midden-Oosten. Ja, maar dus, dus binnen, in de dat verschilt heel erg waar je zit. Dus dat leek heel erg goed te gaan. Het leek, uh, ja, en dan als je dan zelf niet ergens door geraakt wordt, dan hoef je die ideologische strijd haast niet te voeren, want ja, uh, de lonen waren nog wel wel, hè, dat, dat ging vanaf dat dan eigenlijk ook stagneerde dat een beetje, maar de lonen waren goed, mensen die konden van alles kopen en zo. Ja, je, je, je kan zeggen wat je wil, doen wat je wil. Um, ja, daar, daar komen geen mensen uit voort die uh, ideologische discussies uh, uh, hoeven voeren, want er staat eigenlijk weinig, wel althans voor een gevoel dat Weinig op het spel. Er staat weinig op het spel. Terwijl als ik dan spreek, en dat zie je ook in, in het Nederlands debat trouwens, veel van die mensen die toch een iets andere stem laten horen. Dat zijn dan mensen uit hè, met, met hun roots in Marokko of uh, Turkije of ergens in het Midden-Oosten of wat dan ook. En die weten nog wat er op het spel staat. Ja. Die, die, die weten hè, die, die verworvenheden zijn niet automatisch, die zijn niet natuurlijk. Daar moet je eventueel wat voor doen en in stand houden. En het is nu toch wel. Ja, in, in Nederland is dat eigenlijk al lang niet geweest. En ook dus hè, die verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet heel lang meer duren voordat er überhaupt niemand meer in leven is die dat nog uh, meegemaakt heeft. Laat staan, echt bewust meegemaakt. Ja. Um, terwijl dat die, die ideeën die we nu hebben, de politieke uh, ideeën, politieke stelsel en zo, is voor een deel, dus zeg maar liberale democratie, is voor een deel ook gewoon gevormd um, ja, in reactie op ne, totalitarisme uh, de afgelopen eeuw. Uh, eerst was het heel erg in reactie op, op monarchieën natuurlijk. Um, en dan he, was er dan een flinke opmars bezig dan met, met fascisme en ook uh, communisme. Dat waren dan echt dingen van. Dat, dat gaf he, ons in het Westen, om het even zo te noemen, ook een identiteit. En gaf invulling aan onze politieke ideeën en liberale democratie. Want ja, voor je het weet, he, dat was echt het idee van de communisten komen eraan. En dan, ja. dan, dan is het allemaal he, uh, hel, hel en verdoemenis, want dat, dat, dat kan nooit goed gaan, uh, natuurlijk. Um, terwijl. Ja, wat, wat is het nu? Dat, hè, een tijdje hebben een paar mensen dat geprobeerd, en nog steeds eigenlijk, uh, dat islam het grote gevaar is. Uh, dat zie ik niet zo. Uh, en dan zie je ook dat veel, voor wat mensen, dus, hè, zo begon het ook deels met Baudet, die, die begon zijn verhaal met versterking of verandering van, van democratie uh, in Nederland. Um, ja, dat, dat veel, veel van die mensen die daarmee bezig zijn, die, die doen dat ook omdat ze dus, ja, bang zijn voor de islam of zo en dat het hier allemaal een theocratie wordt en, en dat soort relatief onzinnige gedachten eigenlijk. Maar de mensen die dat niet hebben, die denken überhaupt niet meer over politiek na, want het lijkt allemaal heel goed geregeld. Mm. Het is eigenlijk voor de meerderheid uh, gewoon goed genoeg geregeld, hoewel daar de laatste jaren op aan te merken is en er ook meer protesten zijn gekomen. En uh, nu ook met de toeslagenaffaire is of de woningmarkt uh, van alles eigenlijk. Maar heel lang is het gewoon ja, zich goed genoeg gegaan met iedereen. En dan heb je geen, geen voer voor ideologische discussie. En daarom is dat ook, zoals, ja, zoals Rutte dat heeft, maar de PVV heeft dat eigenlijk ook wel, een beetje gede-ideologiseerd. Want ja, je hebt eigenlijk niks te klagen. En dan vooral als je naar verre orde kan wijzen waar het dan een stuk minder gaat, dan is het helemaal. Um, ik denk dat dat ja, een beetje het publieke debat of zo. En, en de opinievorming in Nederland ook een beetje doodgeslagen heeft. Nou, gelukkig uh, begint er steeds meer op het spel te staan. Ja, dat, dat, of dat nou weer zo gelukkig is. Ja. <laughs> dus voor de ideologische discussie die zullen uiteindelijk wel opkomen. Nee, maar die, 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 le die leegte aan ideologie zal op een gegeven moment opgevuld gaan worden. En iemand zal dat gaan doen. Uh, en dat, dat, dat kunnen we op een goede manier doen, of dat kunnen we overlaten ah, ja. aan meer donkere, chaotische krachten, laat dat, dat we maar zo Ja, doen. dat, dat klinkt nu ineens wel heel erg als die ene gast van Forum voor Democratie, die had, uh, die had het laatst over, het uh, is ook iets van krachten van de duisternis en krachten van de liefde oh. of zo, of satanistische, oh, shit. ja, ja, die, weet uh, die oh, Gideon kut, van mij of zo. Ik niet, ik Ja, dan, dan, dan ja. eh, sluipt toch dat bruin rechts er, ja, erin. Ja, ik moet toch wel zelf per ongeluk uh, eh, Maar Nee, maar op... ik denk, het is inderdaad wel zo, maar je ziet nu dus dat die, die ideologische ruimte waar, waar, waar toen mensen toch wel Hoeft dan hebben dat daar iets in zit. Um, die wordt dus op de flanken gevuld. Ja. Die wordt het dus met hè, ja, waar voor voor democratie dan op het moment dan ook mee bezig is. Dus is ook hè, door bij een die hebben. Hè, je kan vinden van ze van ze wat je wil. Een duidelijk ideologisch verhaal. Um, ja, Groenlinks heeft dat op op zekere hoogte, misschien nu iets minder succesvol. Uh, terwijl andre, veel andere hè, partij voor de dieren. Um, eh, ja, so, SGP, gewoon, ja, die staan waar ja. ze voor staan. Kan je ook van alles vinden, maar die hebben. En Pieter dan. Omtzigt. Ja, die nou die, uh, en hij, ik denk, hij, is, hij is een van de weinigen die. Um, die dus. Een, 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 een politiek verhaal heeft en ook een ideologisch verhaal. Die uh, waar. Uh, oh, dat is. Uh, Pieter Opzeg gaat zometeen beginnen bij. Ah, ja. uh, hoe heet het nou? Bij de Bali. Dat ah, oké. Okay. <laughs> ja. uh, maar die, die, die heeft dus nog wel. iets van een alternatief verhaal dat, dat volgens mij. Ja, waar je iets zinnigste weet te doen is dus gewoon ook omdat hij. Hij maakt zich zorgen om alle grondrechten, de, de werking van onze liberale democratie. En die zit niet op de lijn. Hè, wat je dus eigenlijk aan allebei vlakken, zowel voor voor democratie als bij één, als ja, je kijkt naar wat ze zeggen. Ja, die hebben het gewoon niet op, op de, de, de politieke instituties die wij hebben. Uh, wel, ja, in, in, ik wil het niet per se het midden noemen, want dat, dat is ook altijd een beetje. Nou, wat interessant is aan Pieter Omtzigt, is dat hij een van de weinigen is die misschien wel de enige is trouwens, die dat volledig, die dat hogere ideologische verhaal verbindt aan praktisch concrete veranderingen en in instituten. Ja, nou ja, dus... Kijk, Baudet is natuurlijk volledig losgezongen. Ja. Uh, GroenLinks, ja, maar zij, zij zeggen niet zo heel veel over wat er daadwerkelijk in instituten moet veranderen. Zij hebben het meer over, nou, als de PvdA, we gro naar groen klimaat toe, we moeten meer zonnepanelen bouwen. Biedom, uh, zeg je het ook echt naadwerkelijk over hoe moet onze besluitvorming als democratisch uh, land veranderen? Ja, ja. Om ja, en dat is dat er zijn wel andere horen, er zijn een paar uh, ja, D66ers of misschien ex-D66ers. Uh, bij SP heb je natuurlijk maar, omdat Renske leidt op hetzelfde dossier. Ja. zoals op zich heel veel gedaan uh, um, er zijn sowieso al. Ronald, het is heel jammer dat hij weg is uit, uh, uit de politiek, uit de Tweede Kamer. Ronald van Raak ook van de SP, die zat daar echt heel erg op en die had er oog voor. En dat is ook um, bij mensen die al langer in de Kamer zitten. Hm. Er gaat heel veel kwaliteit en kennis en kunde en ook ja verloren. Met uh, het is eigenlijk voor zover ik weet er is nog nooit zo'n grote, uh, laten we zeggen wisseling van de wacht geweest met ja. elke verkiezing nu, zoals de afgelopen tien jaar, dat er zoveel nieuwe Kamerleden zijn. Het was nu ongeveer de helft. Eigenlijk, um, ik had uh, voor de verkiezingen een interview met Jasper van Dijk. Daar vroeg ik hem ook naar. En die en die hè, die ook een van de langstzittende Kamerleden. Uh, ja, eigenlijk, het is ook ergens een, een, een vak of zo. Daar ja. heb je een beetje ervaring voor nodig. Maar als er dus telkens nieuwe mensen in die Kamer komen, die kunnen eigenlijk een controlerende taak niet goed uh, uitvoeren. En ik denk wat, ja, in ieder geval iets wat, wat ik interessant vind. We zijn met veel van ideeën van bijvoorbeeld om zich gewoon van raak uh, eens. Uh, wat ik interessant vind, ook gewoon om, om het in, in breder. Filosofisch, maar ook historisch perspectief te trekken. Uh, we doen in Nederland altijd alsof we zo'n echte democratische cultuur hebben. Uh, van, van het poldermodel, naar, uh, dat we, we waren een republiek. En tot en, uh, uh, veel vroeger, dat dat. Uh, daar, uh, de, in ieder geval, ik weet niet hoe ver dat waar, uh, waar is. Maar uh, vaak gezegd: de oudste nog steeds bestaande democratische instituties in de wereld. Uh, dat dat zeg maar de Nederlandse waterschappen zijn. Dat dat gewoon hè, in de middeleeuwen uit noodzaak geboren is. Mensen moesten samenwerken. Ze dus doen heel erg alsof we die democratische cultuur hebben. Met dat al en samenwerken. Water en het poldermodel. Gewoon uh, iedere partij erbij betrekken. En dan hè, blijven zitten totdat je ergens uitkomt. Dat is Nederland ook echt gewoon eigenlijk beroemd voor. Maar eigenlijk valt het wel mee met hoe democratisch uh, Nederland altijd geweest is. Ja, die, die in de republiek, uh, dat, dat, dat was gewoon een quasi. Koopmansaristocratie. groepje hè, handelslui die de macht in handen hadden. Uh, en, en het gewone volk had niet per se veel sprake of zo. Ook ja, Nederland is niet zoals Frankrijk of zo, een land van, van grote sociale revoluties. Altijd inderdaad een beetje polderen en er komt er wel vooruitgang en zo. Maar hè, het moet ook allemaal wel een beetje normaal en binnen de perken blijven. Uh, maar echt, ja, echt brede volksbewegingen of zo is Nederland helemaal niet zo, zo eigen. En je ziet ook... het is meer, het is meer een soort van regentenlijn... er altijd een bepaalde politieke elite was... die, die de lijntjes uitzette en, en die het land regeerde. En dan ook wel, wel... niet niet altijd, maar op vaak genoeg best wel fatsoenlijke wijze. Maar ja, dat, dat echt democratische inspraak van de bevolking... op echt een brede manier... Ja, dat, dat, historisch zit dat er eigenlijk niet zo in. Um, dus wat dat betreft is het ook iets, 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 iets nieuws, zeg maar, voor Nederland. Um, en dat, dat, dat is altijd uh, lastig. En je ziet nu, we hadden we het al over, uh, de rol van het parlement nu ten opzichte van het demissionaire kabinet. Ja. Het land gaat gewoon door, het kabinet uh, uh, regeert eigenlijk gewoon. Min of meer uh, alsof het missionair is, ook buiten corona, wat heel veel dingen betreft. Ja. En dan zie je dat dat. En dat, dat, dat is heel, heel erg. Ja, er is eigenlijk nauwelijks verandering tussen het uh, missionaire en demissionaire kabinet. Uh, en dan zie je dus ook inderdaad, ja. En er zit natuurlijk ook een ontwikkeling in dat de Tweede Kamer iets minder uh, te zeggen is gaan, gaan krijgen onder Rutte en zo, met allerlei andere dingen. Maar je ziet dus, ja. Als we echt zo'n zo inherent uh, democratisch land waren. Dan, dan, dan zou dit al niet kunnen gebeuren. Dus daar, daar zit veel meer op de, de uh, liberale, uh, soort van exchange of interests uh, uh, lijn. Hey, iedereen heeft zijn belangen en dat gooi je dan maar lekker bij elkaar. En dan, dan komt er wel iets uit. Uh, en, maar echt democratische inspraak van het volk, ook, ook, ook de, de, ten tijde van de verzuiling bijvoorbeeld. Ja, je stemde natuurlijk gewoon. Op basis van de groep waar je, uh, ja. je hoorde. En dan, dan, hè, dan had je dus inderdaad andere mensen, of je nou katholiek was of protestants, of meer in de sociaal-democratische uh, arbeider uh, was. Je, je hoefde je daar ook niet mee bezig te houden. Omdat er binnen al die zuilen had je ook wel een elite en uh, ja, je, daar moest je gewoon op stemmen en dan zorgden zij voor jouw uh, belangen. Maar dat is ook niet een super democratisch uh, uh, gegeven als in uh, directe inspraak van het volk. is meer. Hè, overdragen aan, aan iemand anders die dat wel deed. Maar we, we hebben niet meer van die zuilen. We hebben niet meer een echt politieke elite die, waar je uh, een soort van blindelings op kan vertrouwen als je bij een bepaalde groep hoort. Maar dat is er allemaal niet meer. Dus het hele systeem werkt daar ook eigenlijk niet, niet meer ja. zoals het uh, vroeger misschien wel uh, deed. Ja, dat is. Ik, ik, ik weet niet wat daaruit voort gaat komen. <laughs> ja, we gaan het zien. Uh, ik bedoel, uh, Kaak is net afgetreden. En uh, dat zet natuurlijk de verhoudingen die waardoor het parlement op slot stond, sorry, de Tweede Kamer een beetje op slot was, waardoor het kabinet, het demissionair kabinet gewoon zijn ding kon doen, weer op scherp. Wat gaat er nu gebeuren? Ga, wat gaat de Christen nu doen? Wat gaat D66 nu doen? Uh, het is nu weer een beetje denk ik, VVD-CDA die elkaar proberen vast te houden. Was het al natuurlijk een beetje, ja. omdat uh, D60 GroenLinks en PvdA erbij wilden hebben. Ja. Uh, dus in dat opzicht is het misschien voor het proces best wel een uh, goed, uh, goede gebeurtenis dat, uh, dat uh, KAAG uh, uitvalt. Ja, dat, dat, dat denk ik ook in zekere zin, maar het is wel door politiek wordt het er natuurlijk allemaal wel geregeld, maar dat is dus het punt. Dan gaat die, die hè, de, de, de politieke top, die gaat het dan wel leuk regelen, maar je hebt dan nog geen, geen uh, redenvolksbeweging volksbeweging, zoals de ja. PVA. Dat, dat 100 jaar, nou, 100 jaar geleden bestonden ze nog niet, maar. He, zoals de sociaal-democratische beweging, waar ook de PvdA uit voorgekomen is. Uh, dat was en het is ook gewoon een kwestie van verandering in de samenleving. Uh, en die moet dan misschien he, aangestuurd worden door de politiek, die, die verandering. En dus mensen, maar ook mensen als Baudet proberen dat. Daar is geen duidelijke consensus over. Maar ook, dat, ook daarbij. Dat, dat gebeurt niet zomaar. Daar, die. die Even, uh, die rot zit er al zo lang in. Ja. En veel uh, ideeën, er wordt gewoon van gedaan: van ja, dit is nu eenmaal hoe het is. Het is een ja. soort van, uh, als het geen economische wetmatigheid is, dan is het een soort van politieke wetmatigheid. Terwijl en, en, dat zijn vaak, ja, zei, het zijn toch politieke keuzes. Um, maar er is geen, geen uh, afgelopen jaren is er meer die roep. Uh, een tijdje dat er hè, om de week wel een groep op het Malieveld stond om, om ergens iets te eisen, ergens tegen te protesteren. Dus dat is wel een goed teken. Maar het, het lijkt niet dat er de instituties of de bewegingen zijn die dat uh, in, in een bepaalde baan kunnen leiden ja. dat er iets gebeurt. Ja. Pakbeweging, um, die, die hebben nauwelijks leden meer eigenlijk. Het is nog steeds wel een, FNV heeft, ik kan, kan me hier heel erg in vergissen, maar voor een miljoen leden of wat dan ook. Dat is natuurlijk flink. Maar niet meer, het is niet meer zoals vroeger dat iedereen bij een vakbond uh, zat als je ja. arbeider was of werkte. En, en dus ja, als je geen andere. Uh, als je niet dat soort bewegingen hebt of instituties. En er zijn, zijn heel leuke ideeën voor om dat wel te krijgen, maar dat moet dan geïmplementeerd worden. En elke keer als er een rapport is die dan allerlei aanbevelingen doet. Dat is uh, vaker voorgekomen de laatste decennia eigenlijk. Uh, ja, dan wordt dat half aan de kant geschoven. Er wordt toch niet, niet echt iets mee gedaan. Of de belangrijkste punten worden aan de kant geschoven. Nou, dan heb je weer de nieuwe verkiezingen na een tijdje. Uh, dan, dan wisselt letterlijk de helft van de Tweede Kamer. Allemaal nieuwe mensen. Dus die kennen al die rapporten niet per se meer. Uh, en er zit echt een, een stagnatie. En die verandering die, die komt niet zomaar. Ja, waar het dan wel... Ik, ik had ooit het, uh, een beetje een naïeve idee. Ja, als je, uh, via, via goed onderwijs kan je dat uh, doen. Ja, dat, dat denk ik nog steeds. Um, maar er is geen consensus over het soort ja, uh, uh, burgerinteresse of burgervaardigheden uh, uh, dat, ja, die je dan kinderen mee moet geven. Daar zijn allerlei verschillende ideeën over. En er zijn ook veel mensen die klagen op te veel ideologische inmenging in het onderwijs. Ja. Anderen van ja, nee, het is te weinig. Dus daar. daar maar gaat ook niet, Dus het is echt een deadlock aan, aan alle kanten. Ja. Um, dus dat, en historisch gezien, dat is misschien dan ook wel weer het. Uh, uh, hè, zoals je zei. Hè, het is gelukkig dat er dan nu meer chaotische tijd is dat er iets kan gebeuren. Maar ja, historisch gezien, ja, wat, wat zorgt voor verandering? Ja, echt, echt een diepe crisis. Echt een, hè, een oorlog of zo, dat soort dingen. Maar ja, dat, dat, dat gaat er ook niet per se meer aankomen. Hè? We hebben het, wat veel dingen betreft, toch wel redelijk geregeld. Dat we ons daar geen, geen zorgen over hoeven te maken. Nou uh. ja, ja, dat klopt. Het, is, het zou nu ondenkbaar zijn dat er een oorlog komt. Uh, in ieder geval in Nederland. In, in Nederland <laughs> inderdaad. Uh, maar dat, 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 die ontwikkelingen, dat, dat de ontwikkelingen zo kunnen gaan dat het wel gaat gebeuren, zeker niet uit een boos. Ik bedoel, we hebben op het Malieveld hebben we inderdaad constant uh, clashes gehad tussen uh, overheid en burgers, politie en burgers. Ik bedoel... Staan volledig aan de kant van de politie. Maar het is wel een clash tussen, de, tussen staat en burgers die constant werd opgezocht. We hebben ja. daadwerkelijke ja. vernielingen en rellen gehad. Uh, en waarbij ja. dus uh, bepaalde burgers gingen rellen en bepaalde andere burgers zeiden: Wij gaan de stadcentra beschermen tegen die rellende mensen. Ja. Dat zijn de kiemen voor. Voor een uh, burgeroorlog. Het, dus die het, het, is er niet gekomen en die gaat er zeker ook niet nee, komen. Nee. Maar de kiemen zijn wel. We hebben, we hebben de kiemen gezien. We hebben ja, de, we nee, en dat, dat is er allemaal een uiting van. Maar het is tegelijkertijd, denk ik, ook een uiting van. Ja, het is een uiting van onvrede. Uh, die op een bepaalde manier ge, gekanaliseerd wordt. Bij gebrek aan, aan andere kanalen. Om er bijvoorbeeld politiek iets beter. Dus inderdaad, dat, dat, nee, is natuurlijk, dat begrijp ik. Maar wat ik wil zeggen is. We hebben best wel wat dingen gezien. Waardoor het niet ondenkbaar is dat als die lijn doorgezet zou worden. Dat is een oorlog. Ja, maar dus, klopt, maar ik denk dus dat, dat um, er, er zijn geen, geen outlets, geen manieren om, dat ja. er, om er echt iets mee, ja, dat uh, mee te doen. En dan, dan, hè, dan wordt het dus een beetje uh, rellen. dus nu ook gewoon hè, de, de helft <laughs> van die demonstraties die er uh, nu zijn. Dat is dan hè, het is of een feestje of rellen. Ja. Uh, en hè, natuurlijk, bij, bij, dat, dat is historisch bij, bij elke demonstratie en elke soort van hè, revoluties die die gebeuren, die, die hebben daar ook mee te maken. Maar ook met, met die Black Lives Matter-protesten in, in de VS. Um, ik vind het ook niet nodig om te ontkennen dat daar bijvoorbeeld ook af en toe uh, geweld en, en plundering en zo mee gepaard gingen. Maar dat, dat is een soort van klassiek iets van, van, van elke, elke sociale omslag en, en revolutie. Ik zeg niet dat dat, dat dan, dan goed praat of zo. Ja. Maar ik, wil ook, ik zou ook niet dan ont, willen ontkennen dat dat ook een, een ding is. Maar ja, er moet uiteindelijk iets mee gebeuren. En zoals je zegt, het is telkens nu geweest en ook steeds meer. Uh, en daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Burger tegen de overheid. Ja. Uh, ook omdat de overheid die in Nederland heel wantrouwend tegenover de burger gestaan en daar komt de hele toeslagenaffaire eigenlijk uit voort. En dan ook, ook dat besties als, als uh, die, die vrouw die dan veel van haar bijstand terug moest betalen omdat ze boodschappen van haar moeder kreeg. En daar speelde nog wel, wel meer. Maar er is een heel staatsapparaat die eigenlijk wantrouwend op zoek is naar hè, waar gaat het mis en kunnen we hè, mensen die dan misbruik ervan maken. En dat is niet per se overal zo, is ook in Nederland niet altijd zo geweest. Maar het is dus, ja, burger, overheid, tegenstelling. Terwijl het zou meer een lijn moeten zijn van de burger via de overheid naar maatschappelijke verandering of beleid of zo. En als je in die tegenstelling blijft hangen, uh, en, en dat, dat is Baudet, hè, om het nog een keer te een expliciete lijn. Hij denkt dat hij via het parlement niks gedaan kan krijgen, is allemaal nep parlement en zo. Dus die wil gewoon uh, een, 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 een ja, soort van, Alternatieve tegenmacht zijn. Uh, ja, als, die, als, die, als je via normale politieke kanalen niks gedaan kan krijgen, en in zekere zin heeft Baudet daar een punt, nou, hoe die daar invulling aan geeft, is natuurlijk een ander verhaal. Um, dan, ja, dan, dan, dan gebeurt er niks, dan, dan kan je er niks mee. Dan, ja, het idee is dan om. En veel mensen hebben dat idee, bij, bij ons nieuw sociaal contract, allerlei ideeën ook. Nieuwe democratische instituties, een soort van um, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, burgerfora waar mensen. In Ierland werkt dat heel goed. In Ierland hebben ze ja, iets ander politiek stelsel, maar iets wat ze daar doen, ze hebben daar. Het uh, 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 is daar makkelijker om een uh, referendum te hebben voor grondwetherziening. Uh, en dat is dan nu uh, in de afgelopen uh, decennia, zeg maar, gebeurd rond het homohuwelijk dat dat nu toegestaan is, en ook rond de abortuswetgeving. Hoe gebeurt dat daar? Afgezien dat er referendum daar nog een ding is. In Nederland is dat uh, dus daar nog kalt gesteld dat. Ja, uh, en, en je ziet trouwens, die referenda die zorgen echt voor publieke discussie. Ja. Uh, en ook maar wel een zinvolle discussie. En wat je dan ziet, vanuit de overheid worden burgervoorleggen georganiseerd. Uh, volgens mij Maarten Boudry, de Belgische uh, mm -hmm. schrijver, die heeft dat ook uh, voorgesteld. En, en dat zie je dus dan. Mensen vanuit allerlei achtergronden, ja, gewoon weet ik veel, een paar honderd of zo, of misschien duizend. Krijgen, die krijgen gewoon min of meer random kaartje in de brievenbus van wil je meedoen aan, aan dit paraat? Een soort van volksraadpleging. Maar <coughs> echt voor een discussie voordat het referendum zelf begint. En ja, dat, dat, dat is, dan, dan is het zo dat die mensen hun stem ergens kwijt kunnen. In plaats van dat ze dus op het Maliveld moeten gaan schreeuwen, terwijl de Eigenlijk ja, te hebben en dat doen een aantal politici alsof of ze luisteren of ze luisteren daadwerkelijk, maar ze ja, zitten niet in de coalitie en kunnen niks doen. Ja. En dat, dat soort initiatieven um, in Nederland niet van, van de grond, dat wordt al gezegd, dat, dat wordt opzij geschoven. En ja, zoiets dat kan je volgens mij vrij makkelijk organiseren. En ik denk ook, ook als je gaat kijken naar de ...middelde opvatting over op referendum, heel veel mensen zijn, zijn daarvoor om zoiets iets te hebben. En dat, dat is... Ja, dat lijkt mij gezond voor een samenleving... want dan is het ook... zodra je echte inspraak hebt... volgens mij... en ik kan het hier verkeerd hebben hoor... ik heb wel het idee... Uh, zodra je ergens echte inspraak hebt... ga je ook automatisch minder... alleen maar polemisch de tegenstelling opzoeken. Omdat je er dan echt samen... dan moet, hè, dan moet je zo, spreek, echt gaan polderen. Ja. Um, maar ja, de, die, dat moet dan wel... De, de, de burger gegund worden. Ja. En ja, vier, 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 vier keer per jaar, één keer in de vier jaar naar de stembus, ja. um, is, is daarvoor niet, niet genoeg. Dat is niet voldoende. Nee. Is ook niet genoeg. En, uh, en ja, wat je zegt klopt. Uh, er moet op een bepaalde manier, moet die energie en die onvrede gekanaliseerd worden naar, uh, naar iets zinvols, iets waar je wat mee kan. Ja. Is zo'n referendum uit een optie inderdaad. En als dat niet gebeurt, het punt is dat als je niet niet luistert, gaat het misschien vijf jaar lang vanzelf weg. Maar er komt een punt waarbij het niet weggaat. En inderdaad, ja. mensen op het Malieveld eindigen. En dat is nog steeds niet zo heel erg. Nee. Maar dus, dus, het, het kan nog veel verder gaan dan dat. Um, ik weet niet wat we hierbij moeten laten. Ja, ja dat is goed. Ja, zijn, het is, als, je, als, je, als je om het zich nog wilde zien, dan. Uh, nee, <laughs> denk ik denk niet dat ik nog ga halen. Maar nee. We zijn ook al bijna drie uur bezig. Dus ah, okay, ja, dat is wel. Denk ik. Ja, goed. Hè, dat is maar wel. we hebben nog wel, volgens mij, nog wel uren aan materiaal te gaan. Ja, dat is gewoon veel. Maar ja, misschien als we afronden iets ja. of zo. Heel veel komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En wat ook al heel vaak door allerlei mensen verwoord is. Of nou in termen is van een gebrek aan visie of een gebrek aan. Aan echt politieke inhoud of maatschappelijk eh, inhoud in het maatschappelijk debat en zo. Dat dat ja, als, als dat niet goed zit, en in Nederland is volgens mij redelijk consensus, daar staat wel consensus over dat dat niet goed zit. Um, ja, dan, dan loopt. Hoezo, we leven toch in zo'n gaaf land. Ja, ja. De, uh, maar dan. Het is ook een gaaf land. Het is niet alsof daar... Oh, er is hier geen oorlog of, of uh, echt ongeveer maar je moet wel een beetje. Uh, ...ja... Uh, het, het, het gaande houden en dan inderdaad ook echt met, met een visie. Want er zijn problemen. En voor een hoop mensen worden problemen. Uh, op welk vlak dan ook. Alleen maar groter. Mm. Die zijn de afgelopen tien jaar uh, groter geworden. Die worden alleen maar groter. En daar, daar moet iets aan uh, gebeuren. Politiek doet het niet. En de, de, de gewone hè, mens die krijgt niet de, de middelen. Om er dan zelf iets, iets aan te doen. En dan, dat, dat is, een, een, het is een doodlopend spoor. Mm -hmm. Maar wel eentje die zeg maar, als een soort van stagnatie heel lang door kan blijven gaan. En, dus het zou heel goed kunnen dat dat gewoon echt. Per gezichten die kloppen eigenlijk per definitie haast nooit. Maar het kan gewoon zijn dat we in de situatie waar we nu zitten nog decennia in, in zitten, ja. dat er niks, niks, niks nieuws, geen alternatief uh, echt mogelijkheid komt. Een vrolijke noot. <laughs> <laughs> ja, laten we daar lekker mee eindigen. Ja. Nee, is goed, dankjewel, man. Dat was een goed gesprek. Het was een leuk om te vragen.